Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een nieuwe Einde van de Week Live. Zoals gewoonlijk, mede mogelijk gemaakt door onze vriendelijke, misschien wel beste vrienden van MSC. Die deze week niet één laptop in het zonnetje willen zetten. Hey, maar een heleboel laptops. Want wat is het geval? Black Friday komt eraan en de Black Friday deals zijn live. Dus als jij de link onder dit item gaat klikken, dan kom jij heel veel MSC laptops tegen met heel veel korting. En dat is fijn. En die korting die duurt tot en met 5 december. Dus dan heb je misschien zelfs met Sinterklaas een nieuwe laptop voor je schmiezen. Sorry, ik moest het even doen. Iemand heeft hier gezeten met echt een enorme koffieadem. Dat is Boris. Ja, nou, dus ik had liever zoiets. Doe dan maar even chemische effecten eroverheen. Ja, daar heb ik net gezeten. Dat is zeker weten, koffieadem. Waarom? Kijk, alsjeblieft. Kijk, dan doen we het toch ook weer even op die manier fixen, jongens. En inderdaad, Schermie, goed dat je het even aanhaalt, jongen. Want meerdere mensen die kwamen er vandaag achter. Guardians of the Galaxy, jongens, is al verkrijgbaar bijna bij heel veel, bijna bij alle retailers voor 30 piek. Dus die budgetbak die laat zich niet lang op zich wachten. Nee, want het is echt een geweldige game. Het is echt een hele toffe singleplayer avontuur die je eigenlijk wel moet spelen. Marvel fans sowieso al. En hoe zit het Kijk, met... Kijk, daar is hij! Daar is hij al. Captain Hobo! Ja, daar kom ik straks nog even op terug op een van de huishoudelijke mededelingen wat betreft Jelle. Deathloop ook, ja, sorry. Deathloop ook. Nou, ja. Daar gaan we het straks ook nog over hebben. Allereerst, wij spelen straks om 4 uur... Scherp, hopelijk. Nee. 7 over 4, 12 over 4 kan allemaal. Tot en met 6 uur natuurlijk gaan wij weer een streampje doen. Ik zeg niet natuurlijk, ik zeg gewoon dat wij een streampje gaan doen. En dat is natuurlijk van Battlefield 5. Want die is of 5, sorry, 2042. Die is officieel uit vandaag, ja. Day one patch hebben we al gedownload. Alle 100 euro betalende beta testers, dankjewel. Ja, wij kunnen vandaag aan de slag met een versie die... We hadden geen normale croissant. Oh, ik heb een kaas croissant. Dat is mijn croissant. Dat is precies wat ik wil. Nee, dit is ook is voor jou en die andere is voor mij. Nee, maar als ik zeg ik wil een croissant, dan bedoel ik een hamkaas croissant. Ja, jezus man, wat een gekkie. Of een roomboter croissant, dat vind ik ook heel erg lekker. Die was dus op. Ja. Die had ik normaal gepakt. Dus gaan wij straks aan de slag met Battlefield 2042. Ja, leuke game vind ik wel hoor. Zeker. Dat zou je niet zeggen aan de review. Ik wou zeggen, we zijn heel kritisch, maar dan ben je altijd over dingen waar je heel veel liefde voor hebt. Mm-hmm. Maar gelukkig sluiten we ook altijd af met gewoon, jongens... We hebben nog steeds veel plezier. Ja, je kan hier gewoon blind 100 uur in stoppen en dan vind je het nog steeds wel waarschijnlijk leuk. Dus ja. Neem niet weg dat er genoeg te fixen valt, maar ik wil niet in herhaling vallen dat wat ik wat we eigenlijk allemaal in de review hebben gezegd. Derde huishoudelijke mededeling. Dames en heren, we hebben weer een pakket binnen. Die gaan wij dus ook weer tijdens die stream openen. Ja. En ik kan je vertellen, Jelle heeft zich aangeboden om te proberen wat er in het pakket Hij zit. Hij zei, de eerste die 1 euro doneert, dan doe ik het. Oké. Jelle gaat in ieder geval de Hot Chip Challenge ook doen. Dat is precies vrijdag. Wat ik dus niet ga doen. Waarom niet? Je zei dat het goed te doen was. Nee, ik zei dat jij het sick... ik dacht dus, we hadden dat pakket gekregen en daar zaten dus ook zakken chips in. En ik had laatst zo'n zak chip weggewerkt. Mm-hmm. Dat ging wel oké. Okay. Ja, maar... het is niet veel heter dan dat. Het is gewoon heet. Ja, maar ik ga het niet meer kijk, doen. Hij je weet toch wat aan. Ik heb gedaan? Je weet toch wat ik tijdens die fucking... Nee, het gebeurt niet meer in mijn leven. Het komt niet eens in de buurt. Maak me geen flikker meer uit. Ik ga niet meer dat soort onzinnige fucking testosteron, kinderachtige... Voor, man. Het is hetzelfde als fucking, drankspelletjes. Stel niks voor, je. Doe ik ook niet. Dat doe ik al mijn hele leven niet. Nee, dat is fucking nep. Net zoals deze shit fucking nep. Je moet een keertje bij mij gaan maxen, man. Dat is echt fucking dope. Dat doe ik dus niet. En daarom ga ik dus ook nooit meer iets lekker Maar je gaat wel weer zitten vreten in de stream, vies ja, dit is mijn ontbijt. Ja, voor mij ook. Dat je dat niet beter kon plannen. Nou ja, dat is toch... we hadden het in Koos' stream al even erover. Gaat hij het doen of niet? Er was een kortering van 1.0004 dat hij het niet zou doen. Oftewel, de kans was heel groot dat hij het niet zou doen. Ja. Ik heb er 1000 euro op ingezet. Dus hebben 4 euro winst. Dus we hebben al een hele sneaky manier gevonden om het toch in jouw dingen te... Met bier te doen. Nee, het zit tussen je rookworst. Sick. We hebben een keertje een pittige rookworst op. Die was echt goor. Die was echt heel goor, man. Ik vind het wel een beetje minachting van de kijker. Ja, niet alleen het feit dat hij nu zit te eten, maar het feit dat hij ook niet de Hot Chip Challenge gaat doen. Neem niet weg dat er waarschijnlijk ook heel veel Dance, puppet! Dance! Ja. Dat was bij ons toch ook jij steekt nu 2 middelvingers op naar GK Michael, hè? Ja. Op dit moment. Dat vind ik niet kunnen. Naar iedereen die verwacht. Oh, sorry. En Michael zegt niet dat je dit moet doen. Michael zegt, hier heb je een chip, jongens. Lijkt je dat leuk? En dan zeggen wij, ja, tuurlijk. Maar mij dus niet meer. Alles voor de content.
Alles voor de likes, alles voor de content, alles voor de internet fame. Geef me mijn bier. Hashtag hot chip challenge. Geef me fucking bier, man. Nee, maar ik doe die shit gewoon niet meer. Ja, hij ging ook wel heel bad, hoor. Ik zit niet meer in mijn leven, om een soort van spice-offs te doen. Ik bedoel, als je vond dat ik bad ging vorige week, deze man ging echt bad, hoor. Maar dat was wel in combinatie met veel drank en het was saus. En het was de bom. Het was de bom, dat is al pure poison. Dat is gif, ja. Ja, je probeert het me nu te verkopen, maar het gaat gewoon niet gebeuren. Het is gewoon een stukje karton, kom op, man. Het klinkt toch veel lekkerder op die manier? Ja, vind ik dat we Mitch... Ik vind Mitch. We hebben Abel al gedaan, dus nu Mitch aan de beurt. Maar ik denk eerlijk gezegd dat Mitch echt letterlijk sterft. Sorry Mitch, maar je gaat dood vanmiddag, man. Het is de laatste test. Abel is al geslaagd. Dat is zo, tot zover de huishoudelijke mededelingen. Wat hebben jullie deze week gespeeld? Ik weet wat jij hebt gespeeld deze week, Koos. I know what you did last week. Nou, het is niet het enige wat ik dus heb gespeeld. Jullie hebben heel veel samen gespeeld ook, toch? Ook dat, ja. Je de hele tijd in de groep. Mijn rechterhand zo bij hem en zijn linkerhand zo naar mij. Samen gespeeld. Ja, heel sick. Nee, wat jij doet natuurlijk op Halo Infinite. Die een surprise release kreeg afgelopen maandag. En ik heb volgens mij toen 3 dagen achter elkaar 5 uur per avond gestreamd of zo. Ja. En elke keer, nog 1 potje. Nog 1 potje, kom op. Nog even. Nog 1 potje. Bekende concept. Ja. En dat was echt fucking fantastisch. Ik kan je heel eerlijk zeggen, Halo multiplayer jongens. Het is denk ik hands down de beste shooter van dit najaar wel. Meest polished, speelt fantastisch, weinig problemen. Alleen de Battle Pass progression is echt dramatisch. En die hebben ze nu ook in ieder geval een klein beetje opgelost al. Voor mij is het in ieder geval, als iemand die nooit echt hele online heeft gespeeld. Ik heb wel een hele 3 dan dergelijke wel de story van gedaan. Daar ben ik dan grappig genoeg dit keer weer totaal niet in geïnteresseerd. Ja, dat snap ik wel. Ik vind het wel de meest fun online, makkelijk in te stappen ervaring die er is op dit moment. Ja man, en we hebben ook de hele tijd een party van 12 en dan moeten er nog mensen op het reservebankje zitten ook. Weet je, wanneer is de laatste keer dat is gebeurd? Mm-hmm. Weet je wel, dat is echt insane. We hebben het nog steeds over Battlefield, toch? Nee. Of we hebben het over Infinite. Halo, sorry. Dat is grappig. Ik zit in een paar groepen, waar niet GameKings gerelateerde groepen, maar die gewoon vriendengroepen die wel veel dat gamen. Dat zegt Battlefield? Ja. Zeker nog, het is full on Warzone. Maar ze zijn nu aan het flirten met Battlefield. Soort van, zult even proberen. Ja, bij EA Access €4. Kan je de eerste maand, dan kan je het proberen, bla bla bla. Ja, 10 uurtjes inderdaad, ja. Kan je 10 uurtjes doen, zullen we dat even proberen. Maar ik heb niks gehoord over Halo. Nee, het is toch een ander verhaal inderdaad. Want bij mij IRL vrienden, ik noem ze elke keer maar heel even zo. Niemand heeft het over Halo Infinite. En daar is ben je erboven, Jelle. Daar heeft niemand het over Halo Infinite. En daar hebben ze het alleen maar over 2042 inderdaad, ja. Ja. Dus ik zie dat, ja. Ja. En dus on a break van Warzone. ik ben sneaky. Jelle praat, ja precies, Jelle praat. Jelle praat is een camera. Ik zie hem even zo. Waarschijnlijk staat de camera nu op Jelle. Dus even een temporary fling is dat. Even een break van de Warzone. Al spelen ze het gewoon naast elkaar. Ik denk ook niet dat 2042 het van Warzone gaat winnen. Om heel eerlijk te zijn, you cannot beat free. Nee. Nou ja, erg fucking vet en goed is. Ja, maar tuurlijk, de gameplay staat als een huis. Ja, daarom, het is al goed. En het momentum dat het gepakt heeft in de tijd dat het uitkwam, is ook niet meer te overbruggen voor een game als Battlefield. Nou, en wat Curtin hier aanhaalt, dat is ook wel dat vind ik wel echt een groot probleem bij Battlefield. Je kan maar met max 3 vrienden spelen. Dat is zo weird voor een 180. Ja, je kan alleen maar met een squad joinen. Nou, dat zijn max 3 vrienden natuurlijk. Je kan niet met 3 terror squads joinen. Nee, kijk, en dat is dus het probleem. Wat raar is, op een map voor 128 man, dan wil je toch met zoveel mogelijk vrienden spelen. Dat hebben we ook aangehaald in de review, hoor. Maar dat vind ik wel een beetje jammer. Ik bedoel, dat bedoel ik met Halo Infinite. Dan heb ik gewoon 12 man in volle party. En dan moeten nog steeds mensen buiten de boot vallen. En bij Battlefield is het 3. Sorry, meer kan niet. Hoe vet is het als je gewoon met 12 man in een lobby, of tenminste met 12 man in jouw lobby zit en je joint een server en je wordt gewoon opgesplitst in 3 squadjes. Ja, prima. Dat is perfect. Ja. Ja. Dat zou goed werken. En het is jammer genoeg hebben ze dat niet gedaan. Er zijn wel heel veel andere dingen die ze niet hebben gedaan. Hebben we het natuurlijk al over gehad in de review. Ja, was de premium review een uur lang bash? Een uur en 10 minuten, waarvan zeg maar een uur en 5 minuten was
kritisch. En 5 minuten was zo van... Ja, maar het is wel steeds, heel leuk. We hebben er nog steeds op plezier. Jij was er net niet. Toen was je nog bier halen. Ik begon ook deze stream te zeggen van... iets waar je passie voor hebt, daar kan je heel veel op aanmerken. En weet je, dat hebben we ook met GameKings kijkers natuurlijk ook richting ons. Ja. Maar dat hebben wij ook richting Battlefield bijvoorbeeld. Battlefield is onze darling. Behalve en, dat jij het niet tegen de ontwikkelaar van of de game dingen direct gaat tweeten. Maar dat is één verschil. Maar mensen moeten een laadklep ergens hebben. En weet je... En dat is voor ons de review en dat is onze mening. En nogmaals, ik vind het hele legitieme dingen die we aanhalen. Maar het komt misschien een beetje negatief over. Gelukkig draaien we wel een beetje op het einde bij door te zeggen... maar het is nog steeds een leuke game en het brengt me nog steeds in die Battlefield vibe. Dus ja. Ja. Ja, maar dat is het. Dus is het je dan mee of tegengevallen? Uiteindelijk... toch een beetje tegenvallen. Toch wel mee tegen, want je had er veel van verwacht. Ja, maar omdat het tegenvalt, betekent niet dat het slecht is. Nee, precies. Maar kan je er alsnog wel een half uur of een uur op vertellen wat je er liever anders aan had gezien? Omdat je kan nitpikken natuurlijk, weet je. Je hebt zoveel referentiemateriaal vanuit je eerdere ervaringen, maar ook andere games, ja. Volgens mij, ik denk dat het Boris was en ik weet niet of het over deze franchise ging, maar hij zei van... Het gebeurt vaker in game landschap these days, is dat... Een nieuw deel gewoon minder is dan een vorig deel. En dan is het achteruitgang. Weet je, sowieso letterlijk. Maar dat hoeft niet, want Halo Infinite toont dus de multiplayer aan dat niet hoeft. Niet alles. Nee, ik bedoel, ik denk dat het misschien ging het ook wel over Battlefield. En misschien, weet je, sowieso GTA Trilogy, weet je, maar dat is het grootste voorbeeld natuurlijk. Maar dat er veel franchises zijn. Far Cry 6, eigenlijk hetzelfde. Far Cry 3 was gewoon beter. Ja. Want ten eerste, het is wat groter geworden, maar het is niet maar veel veranderd. Maar Far Cry 6 niet slecht. Nee, zeker niet. Niet slecht. Dat begrijpen mensen soms af en toe niet, inderdaad. Van als je zegt van, ja, 3 is veel beter en hoe kan dat nou? Dat betekent niet dat Far Cry 6 slecht is. Nee. Dat betekent alleen, ja, het is niet de beste. En dat heb ik bij deze Battlefield ook. Dat zeg ik ook tijdens de review. Jongens, dit is belangen na niet de beste Battlefield. Wat je eigenlijk wel verwacht bij het laatste deel natuurlijk. Want je hebt heel veel geleerd in de afgelopen 20 jaar. Of als het niet langer is. Nou, dat ja. Maar het is nog steeds een goede Battlefield game. Het is niet de beste. Maar is het een goede? En ergens is dat dus achteruitgang. Want stilstand is al achteruitgang. Dat is een beetje het rare. Er wordt zo geforceerd naar vooruitgang gezocht. Terwijl als je kijkt naar Halo... gewoon letterlijk een klassieke Halo met toevoeging van een grappling hook en zo kleine goede elementjes. En de dingen die maar dus dit is niet wel, de beste Halo maar, toch? Jawel. En ja? Easy. En de dingen die dus goed werken in Halo 5. Niet eruit lopen. Nee. Precies. Gaan we zo meteen Battlefield spelen of Halo? Want nu ben ik benieuwd naar Halo. Battlefield gaan we spelen. Ja, leuk, maar ik ben benieuwd nu naar Halo. Ja, want ja, als jij zegt dat dit de beste is. Met je IRL vrienden. Ja, met mijn IRL-vrienden. Maar dus ik vind Halo niet tof. En als jij zegt dat het de beste is, ben ik er wel benieuwd naar. Maar kijk, het ding is bij Halo 5, want sinds 343 Studios het heeft overgenomen. 343 Studios heeft heel veel vernieuwingen toegevoegd. Snap ik. Want ze nemen het over van Bungie. En ze moeten. Kijk, en je gaat ook over naar een nieuwe generatie. Ja. Ja, er komen andere verwachtingen bij. En dan kan je al heel snel de plank misslaan. Gelukkig hebben ze niet zoiets van. Oh, we zijn angstig voor ons publiek. En we gaan gewoon exact doen wat Bungie doet. Doen ze niet. Ze hebben gewoon. Oké, dit vonden jullie kut van 4 en 5. Schrappen we eruit. Maar we houden dingen die goed waren. Netjes. Ja. Zo hoort het ook, hè? Ja. Echt luisteren naar de community. Dat moet vaker gebeuren. Maar... En dat is dus het hele ding met dat geforceerd vooruitgang proberen te boeken met dingen. Het is helemaal niet erg als je stilstaat en dan gewoon hele kleine dingetjes aan toevoegt om het nog beter te maken. Nou, als iets al goed is, is het al goed. Daarom? Maar dan hoef je niet een nieuwe te maken. Ja, maar daarom is Battlefield Portal zo goed, want dan kan je gewoon de oude Battlefield nog spelen. En dan merk je gewoon, dat staat sterker in dat zijn schoenen. Dat is dus ik bedoel, je hebt verbeterde graphics, je hebt meer mogelijkheden op technisch vlak. Dus je zou al uit kunnen gaan op Destruction. Hebben ze niet gedaan, nee, daarom. Genoeg. Ja, dat bedoel Verder dat hele squad systeem, het hele... Nee, maar sommige dingen zijn slechter geworden. Allemaal goed. Ja, maar daarom. Ja. Waarom zou je dat willen veranderen om het nieuwe te maken? Oh nee, maar ja, oké, dat snap ik. Dus juist vooruitgang is achteruitgang. Wow. Nee, dat is het dus niet. Je kan altijd dingen verbeteren. En wanneer je dus 5 of 6 of 10 jaar na dato een game uitgeeft die hetzelfde is. Ja, oké, misschien dat de wereld er dan wel weer aan toe is op dat moment. 10 jaar later. Maar het is ergens, vind ik het gek om precies hetzelfde bewijzen van uit te brengen. En nu is het nog minder zelfs. Dus. Maar in de review haalde ik als voorbeeld Borderlands 3 aan. Het is eigenlijk exact Borderlands 2... met gewoon een aantal quality of life verbeteringen... en een slechte verhaal. Daarom. En minder... Het was meer nog die... Dat ja,
rabiate looter-shooter gedoe. Nee, maar het verhaal is minder goed, oké. Okay, en daar ja, kun je al misschien de game... De loot mechanics maar, ook nee, niet meer zo goed. Alles was gestroomlijnd, op een goede manier, vind ik. Ja, ik dus niet, want bij mij de impact was weg van het... Oh, ik heb dit wapen. Kijken hoe dat is. Het was gewoon nu ja, ze zijn wat scheutiger met zeldzame wapens. Ja, dat soort dingen. Ja. Alles was even krachtig, leek het, weet je. Dus en ja, maar dat voelde zo uit. Het maakte in, bij mij, bij Borderlands 3, niet meer uit met welke wapen ik hem deed. Okay. En in Borderlands 2 had ik veruit mijn favorites. Verhaal was inderdaad daar gelaten veel vetter. Dus wederom veel minder goede game. Was het een kut game? Nee, maar... was veel minder goed dan 2. En dat is achteruitgang. En John heeft wel een goed argument. De beste Halo is die van Beyoncé. Ja. Dat ben ik het helemaal mee eens. Ja, zeker. Weet dat doe je helemaal lijp gaan. Ja, ik, elke keer als jullie het erover hebben, speelt die in mijn hoofd af. En dan moet ik mijn moeite doen om gewoon inderdaad... ja, om het niet te zingen. Doet. Ja, nee. Ja, dat mag je doen ook. Nu zit het toch al in je hoofd. Dan kunnen we hem niet meer uploaden op YouTube. Oh ja, dat is hij waar. Komt er zo dichtbij. Ja, heel dichtbij, ja. Ook met de melodie en alles. Ja, zeker. En de piano. Ik wou net zeggen, ik doe de piano. Doe dat niet! Oh shit! Sven de Man zegt trouwens inderdaad, we hebben het over Discovery in Nerd Culture, Sven. Nerd Culture, echt 1 uur en 45 minuten of zo? Nee, 1 uur 35, 41, ja. Dat was heel... Lekker man. Dat was een hele lijpe. Hey, we hebben het toevallig over Battlefield. En er waren problemen de eerste week. Of ze verholpen zijn met deze Day One patch die ik eventjes vlug ga doornemen, is nog maar de vraag. Wat is er allemaal gefixt? Nou, ik weet dat er bijvoorbeeld bepaalde dingen even geblokkeerd waren. Zoals een Riot Shield die niet goed werkte. Er is een updated skin earnable voor Boris. Dat was ook nog een dingetje. Want er was een naam van een skin. Die heette The Little Green Man. En dat refereerde naar iets van Oekraïne. Van de huidige crisissituatie. Dus die naam hebben ze even moeten veranderen. Was dat ooit bedacht van dit moet in de game? Of was het zo'n remnant oh crap, dit hadden we er nog uit moeten halen? Nee, het zit gewoon bedoeld in de game. Ah, okay, ja. Alleen de naam was een beetje misplaatst schijnbaar. Dus, ja, ik heb dus ooit een keer volgens mij was het zelfs een first look poster. Dat ik een opsomming moest doen. Oh. Nee, en dat er stond van, en nog een cool punt, en nog een laatste punt. Dat werd toen gedrukt. Dus toen moest dat geherdrukt worden. Want er moesten gewoon nog qua copywriting gewoon nog 2 extra punten bij. En dat was gewoon naar de drukker gegaan. Dus dat was, dat was grappig. Best wel funny ook. Ja, dat is funny. Dat heeft eerst eventjes 2 dagen gehangen. En toen moest het dus vrij kostbaar moest dat opnieuw. Ik moet heel eerlijk zeggen, deze patch notes waar ik naar zit te kijken, zijn niet de grote veranderingen die ik ergens anders al voorbij zag komen. Ik zeg iets over rubberbanding. Dat sowieso. Er was... Hier, ja. Je had een proximity grenade dat je kon zien, proximity sensor, waardoor je lag kreeg. Sick. Oh ja, shit. Dat heb ik op een gegeven moment, dat was met ons met de beta ook inderdaad. Dat er op een gegeven moment iemand voor mijn nazen stond en die schoot me dood door onwijze lag. Nou, er zat wel veel server lag in de eerste laag ook. Nou, dat hebben ze schijnbaar verholpen. Dat gaan we vanmiddag denk ik wel zien. Misschien nog wel andere dingen. Er waren een aantal dingen die... Ik hoop vooral dat de revive bug gefixt is. Ik heb natuurlijk eergisteren met jou nog heel even gespeeld. Gisteren nog heel even met Mr. Fancy Pants. Mm-hmm. En toen ben ik het niet tegengekomen. Betekent niet dat het er niet in zit natuurlijk. Maar toen ben ik het in ieder geval niet tegengekomen. Even kijken. Oh ja, bijvoorbeeld Breakthrough is natuurlijk een van de grote game modes. En ze merkten al vrij snel dat het ongebalanceerd was in termen van... De aanvallers die hebben te weinig tickets. Te weinig spawn tickets. Dus die hebben ze zo goed als verdubbeld. Starting tickets zijn van 400 naar 600 gegaan. In plaats van 150 krijg je de 300 als je een zone overneemt. Nou, dat scheelt aardig. Neem niet weg. Hè, weer terugkomend op de review. Dat er een stukje map design bij komt kijken. Waardoor je echt de laatste zone in een van die maps niet kan pakken. Onmogelijk. Oké, okay. Wat ik ook, nu bedenk ik me dat het dus in die groep langskwam. Dat is wel grappig, omdat natuurlijk een soort van, weet je, ze zijn als hobby echt bezig met gaming. Mm-hmm. Het zijn outsiders voor ons. Ja, een beetje, maar toen zeiden ze, en dat vond ik wel heel terecht, want dat had ik ook toen ik de beta speelde, heb ik eigenlijk altijd wel een beetje gehad bij Battlefield. In het begin vond ik dat leuk, maar tegenwoordig niet meer, is dat het is zo'n all-out warfare letterlijk, dat het gewoon, het mist
Ze zeiden van het voelt alsof jij er niet meer toe doet. En het mist focus. Grappig. Want mijn vriendengroep speelt dus op PlayStation 5. En PlayStation 5 heeft 128 man. Ja. PlayStation 4 niet. Op nee. PlayStation 5 kan je kiezen om de PlayStation 5 te downloaden of de PlayStation 4 versie te downloaden. Zeggen ook gewoon, ik denk dat de PlayStation 4 versie gaat downloaden. Ja, maar dat 64, zijn er maar 64. Ja. 64 is veel meer gestroomlijnd, ja. Past er veel beter bij, je krijgt veel meer linies. Nu is het net, ik word van alle kanten kapot gestoten. Nou, dat inderdaad. En überhaupt al die linies. Hè. Kijk, bij wat zijn natuurlijk spelen Warzone, dan is het allemaal best wel, het zijn allemaal kleine groepjes, dus het is heel erg gefocust. Ja. En ze zeiden van, maar hier is het fucking en wow, een één ja. megalomane fucking chaos. Ja. Wat wel leuk is, maar het voelt daardoor ook veel minder gefocust het en gewoon overweldigend. Het had een beetje het tactische voor mij weg ja. uit Battlefield, wat er over het algemeen wel een beetje in zat. Ja. Altijd. Ja, nou, het is echt een Battlefield, maar inderdaad, het is gewoon een heel vol Battlefield. En ik weet inderdaad niet of dat of ik dat een positief iets vind. Ik heb liever een rustig tempo en iets meer tactiek. Nou ja, ze hadden er al goed aan gedaan als ze, hè, weer terugkerend op iets uit de review, als ze wat betreft map design het iets verspreid hadden. In plaats van echt heel specifiek de points die je moet capturen, daar speelt alles zich af. En daartussen zitten hele grote open stukken waar niks is, maar waar je wel standaard neer wordt geknald. Het zijn er ook maar 3 of zo. Ja. Of nou, vijf, zes. Vijf of meestal, zes. Ja. Ja. Maar, en dat speelt zich dan af bij 2 of 3. En daartussen gebeurt er niks inderdaad. En dat is wel jammer, want Conquest is eigenlijk een van de dingen waar je Battlefield voor speelt. Weet je, teamplay, het veroveren van punten en dergelijke. Maar die maps die lenen zich zoveel beter voor breakthrough. Hè, ja. Nog steeds. Weer dat bepaalde dingen gewoon niet te capture zijn, maar dat daar gelaten. Voor een breakthrough of een rush. Want dan heb je wel van, oké, je gaat met z'n allen ga je van choke point A naar choke point B naar choke point C. En dan voelt het veel meer gestroomlijnd. Dat is er nog wel. Ja, in plaats van wat jij altijd bij Call of Duty de grote vissenkom noemt. Ja. Dit is een gigantische vissenkom. Ja. Je wordt letterlijk in je reet, in je schouder, ja. In je gezicht geschoten. Maakt allemaal niet uit. Ja. Nou ja, precies. Ja, nee, dat inderdaad. En dat vond ik bij de beta ook. En dat begon me op een gegeven moment een beetje tegen te staan. Maar het is dus inderdaad, er zijn wel modes waarin dat gewoon wat meer gestroomlijnd is. Ja. Wat was ook alweer die game mode in, was het in Battlefield 5 of in 1? Was het toch Grand Conquest of zo? Ja, dat was pretty cool. Echt groot. Yes. Grand Operation. Oh, Grand Operation. En gewoon rennen. Ja. En dat was ook duidelijk, want iedereen kwam van één kant. Ja. En dat was nog steeds huge en wat dan ook. En dat was leuk, want het was de hele tijd, het was letterlijk landje picken. Maar je speelde een scenario. Dus. Ja, het was een scenario. Daarom, dat vond ik namelijk heel tof. En dat zit hier niet in. Nee. Wat ik heel gek vind, ja. Ja, je hebt breakthrough. Dus dat is meer gefocust, ja. Ja. En de Walk Tornado die zit in bijna elke map. Ja? Ja. Elke ja, ding heeft een Walk map, Tornado. Nou ja, bijna elke map. Heeft Boris nog iets gezegd over de Walk Tornado? Ja, is hij echt woke? Is het echt climate change? Hij vindt het woke, maar ik heb ze. Hij vindt het nog steeds climate change ja. agenda? Ja. Deze man. Ja. Oké. Okay. Ik snap het niet. Nou ja. Nou, het ding is, waarom die wereld zo ravaged eruit ziet, is wel de officiële verklaring dat komt door climate change. Ja, ja, maar is dat een setting of is dat een politieke voor agenda? Voor mij is het een setting. Ja. 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 Precies, ja. Niet alles wat inderdaad een bepaalde setting heeft, is daarna. En misschien is het daardoor eigenlijk wel politiek. We mogen van elkaar prima, van mening verschillen, dus dat is prima. Nou. Ja, maar Boris is een zeikert. Ja. De tornado is ook paarsharig, ja. Ja. Dat was een ding, ik zat Arcane te kijken en ik kon alleen maar de hele tijd naar de paarsharige kijken. Het is goed dat hij erbij zit, want kijk, als Boris dat op die manier ervaart, dan is hij daar niet de enige in. Precies. En hij vertolkt waarschijnlijk een stem van velen. Ja, nou ja, dat want sommigen, is van het idee van een paar dat gebeurt. Ja. Er zal vast wel iemand in de chat zijn die het eens is met Boris. Die het ook een Walk Tornado vindt. Ben je het eens met Boris? Zeg gewoon Boris even in de chat, dan weten we. Of kijk, als het er al eentje is, hier, ik heb bam, gelijk al. Ik was er niet klaar met praten. Maar Boris is boos omdat hij geen paars haar heeft. Omdat hij geen paars haar kan hebben. Ja, je hoeft geen nee te zeggen als je niet tenzij mee eens bent. Tenzij hij naar Turkije gaat van ook. Maar er zijn genoeg, dus ja. Ja, maar dat bedoel ik. Dus hij zit er voor die mensen hun mening ook te vertegenwoordigen. Althans, om ja, hun smaak in ieder geval, ja, ze kunnen zich meer in hem vinden. Ik weet even niet hoe ik dat beter kon. Maakt niet uit, dat komt helemaal goed. Ik snap wat je iedereen bedoelt. Snapt het, ja. Als we dan toch een beetje, zeg maar, hè, we hebben nu Vanguard, we hebben nu Battlefield 2042. We hebben gedeeltelijk al Halo. Nou, laten we dan even alleen kijken naar de multiplayer, dus dan hebben we Halo ook. Die drie. En dan ga ik eigenlijk even stiekem naar links kijken naar de regie. Of ze een... die stoel die begint heel heftig te bewegen. Of ze een polletje erin kunnen gooien. Van, wat is voor jou nou de najaarshooter van het jaar? Wordt het Battlefield 2042? COD Vanguard? Of toch Halo Infinite? Maar is het dan Vanguard / Warzone?
Wacht even, ik moet wel heel even deze nuance aanbrengen, want niet iedereen begrijpt het kennelijk. Is Mad Max dan ook een woke film? Vindt het wel ver gezocht soms? Nee, hoe heet het? Dat is gewoon post-apocalyptisch. Ik weet niet, is daar een uitleg? Want jij hebt die film wel gezien. Ik niet. Er zit een soort van huge sandstorm in. Maar dat is toch ook setting? Ik bedoel, dan kan je Blade Runner kan je ook Er zit ook een sandstorm in. Nee, maar dat is de classic. Dude. Gewoon post-apocalyptische setting. Nee, ja. Want het gaat over dystopie. Dus de overheid die heeft volledig alles onder controle. Ja, nee, maar het ding is meer van, hier is letterlijk wel gezegd, dit zijn de resultaten van climate change. Dat is het verschil. En daarom stoort Boris zich eraan. Ja, ik niet. Maar dat is wel het verschil. En dat vind ik ergens een beetje pietluttig. Want dat betekent namelijk dat alles wat Boris zou spelen of zou zien, moet overeenkomen met zijn visie. Vind ik ergens beknepen. Ik vind het kwalijk. Nou ja, kijk, weet je, je weet waar Boris zich mee bezighoudt over het algemeen. Ja, maar dus dat is toch gek dat je een game niet meer gaat spelen omdat de politieke agenda niet matcht met die van jou. Omdat je ervan uitgaat dat er een politieke agenda in zit. Nou ja, als ze het hebben gezegd. Nou ja, voor mij is het nog steeds setting. Zeggen dat het gevolg is van climate change betekent niet van, oké, er is climate change en we moeten er wat tegen climate change. Nee, in principe niet. Je zou dat zo kunnen zien. Je zou het zo op kunnen vallen. Ja, dat mag jouw interpretatie zijn. Oké, maar nu ben jij DICE. Hè? Je maakt Battlefield 2042. Je wilt de game wat bombastischer maken dan dat 4 was. Want 4 is nog steeds het allergrootste referentie voor 2042. Wauw, ja. Halo heeft gewoon gewonnen. Die zag ik niet aankomen. En moeilijk hard ook. Vanguard is echt too little too late. Maar ik ben nu mag ik een verleden. Nieuwe? Mag ik er nog een met Warzone er los bij? Ja, goeie. Ja, Warzone. Doen we dan alleen Infinite en Warzone? Jelle Belderok kunst. Al denk ik. Ja, dus gewoon echt Halo, Battlefield, Vanguard en Warzone. Maar dit is, Warzone is nog niet uit, toch? Dat is al heel lang uit kanttekening. Maar, is wel uit. Je kan het gewoon spelen. Ik reageer op kanttekening. Zeg. Sorry. Maar ik dacht dat je zei kanttekening, Jelle. Weet nee, je, als nee, nee. Heet, kanttekening. Hij heet kanttekening. Nee, het maakt ook niet uit of het een nieuwe versie is, ja of nee, kanttekening. Daar ging het niet over. Maar dit zijn over het algemeen wat mensen die wat verder in de games-industrie staan. Weet je wel? Onze community bedoel je? Ja, ja. Dus die zullen sneller iets nieuws oppakken, denk ik. Dus ik denk dat het niet helemaal representatief is. Nee, ik ben gewoon benieuwd voor hier. Ja, ja. Het gaat mij niet om wat de global consensus is. Ik wil gewoon weten wat onze homeboys, non-IRL homeboys. Zou je zien dat Vanguard nu wint? Ja, maar dat bedoel ik. Dus niemand gaat überhaupt voor Vanguard. Al die stemmen van net Vanguard was voor Warzone. Ja, maar ik snap dat volledig. Weet je. Maar zie je dat het wel wat meer gelijk trekt? Ja, voor de duidelijkheid. Mensen die niet de poll zien in het item. Het Halo Infinite pakt 50% van de stemmen. Battlefield pakt ongeveer 30%. En Warzone pakt ongeveer 20%. Al moet ik zeggen dat het nu weer een beetje verschoven is. 54 om 32 om. Zijn toch 2 mensen die Vanguard leuk vinden? Ach ja, maakt niet. 3. Ja. Maar wat ik wilde zeggen, je maakt dus als DICE zijnde maak je Battlefield 2042. Ja. Hè? Je bent zoveel jaar verder, je hebt zoveel meer technologische mogelijkheden om iets bombastisch neer te zetten. Maar je doet het niet, want je doet geen destruction. Nee, maar dat dagen later. Maar ja. En je doet 128 man. Maar als jij dan denkt aan, zeg maar, oké, we gaan de moderne setting pakken, maar het moet iets bombastischer zijn. Dan kom je toch al heel snel bij een wereld die door klimaatgevolgen, dat het meer extreme weersomstandigheden zijn. Of hoeft gebouwen niet door klimaatgevolgen. Maar kijk, het kan ook een terrorist zijn die het weer beïnvloedt. Het is toch gewoon heel simpel. Het is 2042, het is een nabije toekomst. Wat speelt er nu gewoon heel erg? Dan is dat toch een logisch vervolg. Dat vind ik ook. Ik vind het niet een out there iets, inderdaad. Nee, het is letterlijk het meest voor de hand liggende. In een realistische setting. Ja, of je moet burgeroorlog non-gevaccineerden versus vaccineerden doen. Bijvoorbeeld. Hij gooit hem er toch in. Hij gooit hem erin. Nee, maar al dat soort dingen. Er zijn meerdere dingen die je kan doen. Dat kan ook, weet je, er zijn natuurlijk heel veel climate deniers. En zonder dat ik daar een mening aan... Die zijn er. En die zeggen van, zonder ons gebeurt het ook. Het kan ook een flood zijn gewoon. Elliot werkt voor Defensie en hij zegt, jongens, de derde wereld is sowieso tegen woke tornado's. Dus ja. Hij kan het weten. Tegen. Inside information. En de derde wereldoorlog sowieso tegen woke tornado's. Ik snap maar niet wat nou bedoelt. Als we een manier vinden om tornado's naar onze hand te zetten en als wapen in te Nou, maar dat bedoel ik. Daarom. Dat kan ook de bad guy zijn die inderdaad... Dat je zo roert in de lucht. En het is geen James Bond. Het is Battlefield. Dit is meer voor de hand liggend. Ja. Nou ja, daarom. Dus dit is ik vind het de meest logische setting die je kan hebben. Precies. Voor een setting die over 20 jaar afspeelt.
Ik krijg nog. Boris zit er niet mee eens. Waar is Boris als je hem nodig hebt? Hoeven dat niet helemaal tot in de treuren te bespreken, denk ik. Maakt niet uit. Dus ik bedoel, we zijn gelijkgestemd. Dus hoe lang moeten we dan nog zeggen? Is ook zo. Het is gewoon leuk om het erover. Ik vind het wel leuk. Oké, ga door. Blijkbaar. Nou ja, nee, nu heb je het mega Heb ik het gekild? Ja. Nou, wat vinden jullie van corona? Corona? Corona. 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 We hebben het te lang niet over vingertjes en konten gehad. Nee, dat zijn we nog niet. Bobby Kotick. Oh, ja, zeker. Maar daar gaat de hele piepshow waarschijnlijk al over. Nee, maar laten we ik, weet je kan er niet omheen. Dit is zo'n beetje het nieuws van de week. Nee, ik wou zeggen, deze kan je niet links laten liggen. Oh, oké. Okay. De man... Mag ik een beetje? Die... hoe ja, ik ook. Ik denk dat ik niet met de fiets ga. Wel met de fiets. Ik denk niet dat ik met de auto terug ga. Dat is grap. Ja, ik denk dat er meer bier moet worden gehaald. Mooie rap. Ja, mooie rap. Gelukkig hebben we weer twee stagiairs op kantoor. Waarom? Maar waar de man... Waar trouwens? Huh? Corolla. Nog steeds? Denk het, ja. Ja, dat is wel harsh. Okay. Bruine vingerwerk. Bruine vingerwerk, inderdaad. Bruine vingerwerk en ook hij heeft een dikke portemonnee. Dat mogen we ook wel stellen, toch? Dat weten we ondertussen wel, ja. Nee, want hij heeft een flinke paycut genomen. Dit vind ik niet eerlijk wat jullie nu doen. Nadat hij 150 miljoen bonus had gekregen, heeft hij een paycut genomen van tot 60.000 dollar. Ja. Totdat hij erachter komt dat alles weer goed loopt. Nou, en dan kan hij wel daar weer gaat deze hele shit over, toch? Nee, hoe zei ik al? Nee, daar gaat om, shit jij niet moet ervoor zorgen. Nee. Dit is een ander verhaal. Oh. Ja, maar ik bedoel een soort van, ja, maar nu is er nog meer shit. Ja, maar gozer, lees jij de Wall Street Journal niet? Ik lees helemaal geen ene tyfus meer, kan ik je vertellen. Geen kranten, geen nee, ik ben alleen maar van de escapisme. Laat ik jou deze anders had ik mezelf al lang van het balkon gegooid. Laat ik jou deze vraag stellen, want dit is een nieuwtje wat je ongetwijfeld wel voorbij hebt horen komen. Heb jij gehoord van de e-mail die er vanuit Activision is gestuurd naar medewerkers, waarin werd gezegd door de dame die werd ingehuurd om een soort van damage control te doen wat betreft... intern of PR? Intern. Oké, intern. Dat, maar damage control of gewoon, gewoon de private uitzoeken hoe de vork in de steel zat? Of eigenlijk de vinger in de reet zat? We horen dat jullie niet tevreden zijn. Er spelen wat dingen. We zetten een onderzoek op. We zetten een onderzoek op. Dus ik denk van oké, dit gaat de goede kant op. Heeft zij iemand gevingerd? Nee, deze mail gaat de goede kant op. Maar, dan komt er nog een alineaatje later. Waarin wordt gezegd van... Onthoud wel dat jullie het bedrijf schaden met wat jullie nu aan het doen zijn. Deze soort van heksenjacht die jullie nu hebben opgezegd, blablabla, opgezet. Die dame die die mail gestuurd, die was volgens mij inmiddels al gestopt. Maar wat blijkt, zij heeft niet de mail gestuurd. Bobby Kotick. Maar Bobby Bruinevinger Kotick heeft hem gewoon gestuurd. Terwijl hij heeft gezegd... Haar naam. En hij heeft gezegd... Van bestond dat zij überhaupt? Een hele bestaat zij überhaupt? Ja, zij bestaat zeker. Okay. Dat zij de e-mail een totaal verkeerde toon had. Een beetje tone-deaf was het voor de problemen die er speelden. Terwijl de man hem zelf had gestuurd. Yes. En dat is een van de vele dingen waarover een boekje werd opengedaan in dus de Wall Street Journal report. Is deze numbered? Ja. Ja, gewoon, nu moet het nee, wel, maar toch? Phil Spencer van Xbox heeft zich uitgesproken. Wij gaan onze... Jim Ryan heeft ook Jim uitgesproken. Ryan van PlayStation. Ze hebben gezegd, wij gaan onze relatie met Activision gaan we opnieuw evalueren. En ik hoop dat ze gewoon een... zeker Sony, want Sony heeft dat al gedaan. Ik hoop dat ze gewoon een cyberpunkje poelen. Haal Vanguard maar uit de PlayStation Store totdat Kodik weg is. Ja, zo erg. Oeh, die zou rigoureus zijn, hoor. Ja, maar dan... Niet alleen Vanguard namelijk. Dan moet het alles zijn. Dan moet het ook elke fucking Blizzard game zijn. Nee, maar dit is de nieuwste natuurlijk. Maar gewoon alle Activision games. Gewoon uit de store. Ja, dat is zolang heel erg hij er nog zit. Dat gaan ze niet doen. Weet je, daar snijdt PlayStation zichzelf ook mee in de vinger. Nou, hij is wel heel hard. Dat hebben ze toch met Cyberpunk ook gedaan? Had het toch gewoon, ja, maar Vanguard is wel een game die af is en waar je veel geld op kunt verdienen. Kanttekening zegt ook wel, maar dan of ik weet niet hoe die dat precies, maar ik zie cancel culture staan. Dan ben je actief mee aan het doen in cancel culture. Maar je kan je namelijk wel uitspreken over. Dat vind ik wat anders dan als je het withdrawt uit jouw store. Dan ben je aan het cancelen. Wat ik niet nice vind. Nee, want daar heb je ook de developers mee, maar... Bijvoorbeeld. Ja, maar laten we heel eerlijk zijn. Dan de gevingerden, de gevingerden noemen. Maar die heb je er dan ook mee. Ja, dat is gedupeerde. Maar dan is hij morgen weg. Weet ik niet. Ja. De aandeelhouders. Bloep, de aandeelhouders bloep, die schreeuwen al op zijn vertrek. Ja, die hebben al gezegd van we willen dat hij weggaat. Waar het niet dat de man zelf natuurlijk een kringetje diehards om zich heen heeft. Die hem wel hand en tand beschermen. Dus die... Tuurlijk.
Middels persberichten hebben ze ook al laten weten. Nee, Activision staat achter Bobby Kotick. Behalve de 1500 medewerkers die de deur uit zijn gelopen. Activision staat achter Bobby Kotick. Geschreven door Bobby Kotick. Ja. Ja, ik wou net zeggen. Ja, maar dat, we hadden het toen er toch al over. Dat het zo raar was dat je na een bonus van 150... een bonus van 150 miljoen inderdaad... maar genoeg geneemt tot... Je een handreiking hebt gedaan. Dat vind ik en, maar dus, en toen zeiden we al van... Nee, maar Jij legt nu het probleem bij iemand anders. Het is jouw bedrijf, dus jouw probleem. Je moet niet zeggen totdat het over is, totdat ik het heb opgelost. Ja. Dat is wat hij had moeten zeggen. Ja, hij heeft het erger gemaakt. En nou ja, door dit heeft hij het echt veel erger gemaakt. What the fuck, hè? En als je ook ziet wat er nog meer in dat report wordt genoemd. Echt gewoon van sexual harassment aantijgingen die hij ontkent van mannetjes binnen zijn vriendengroep. Dat is corporate politics. Dat heb je overal. Dat heb je niet alleen bij Ubisoft. Dus je krijgt als jij vriendje bent, dan maakt het niet goed. Dus als jij vriendje bent van Bobby Kotick, dan mag je een bruine vinger halen bij iemand. Dat is hoe bedrijfsleven werkt. Ja, en niet eens bedrijfsleven. Dat is hoe menselijke psychologie werkt. Ja. Stuur gewoon een woke tornado naar het kantoor van Activision. Ja. Heel hard roeren. In die daar komt hij, daar komt hij. Gewoon suikerspin effect, jongens. Ja. Oh. Nee, dat, in fucking scène. Dus, daarbij ook de vraag van J.J. Haalt Bobby Kotick, of Bobby Cottage, denk ik, zoals J.J. het zou noemen, de kerst? Nee. Ik denk het ook niet. Ik denk het wel. Ik denk twee... Ik denk dat hij de kerst haalt. Om nog uit te zeveren. Ik denk dat het volgend jaar is. Dat hij, ja, maar waarom zou je dat sterker doen? Nog, ik sluit niet eens uit dat hij over een jaar nog steeds CEO is. Maar waarom zou je dat doen? Want iedere dag dat hij nu langer blijft, kost gewoon Activision geld. Dat denk ik, maar hoezo? Want Vanguard wordt minder verkocht hierdoor? Aandeelhouders schreeuwen er al om. Investeerders lopen weg. Xbox heeft zich uitgesproken, PlayStation heeft zich uitgesproken, Herman Hulst heeft zich uitgesproken. Ja, maar betekent dat iets? Dat slechte PR, dat heeft zijn weerslag op de aandelenkoers. En dat kost geld. Ik weet het niet. Ja, oké, dat kost geld. De aandelenkoers kost geld. Maar als je duizenden of miljoenen games verkoopt, in dit geval dus Vanguard en alle andere Blizzard-titels en wat dan ook. Ja, ik weet niet. Ja, het scheelt ze geld. Maar of het ze geld kost daadwerkelijk, dus of ze daar nu in de min komen, dat denk ik niet. Dus kan je dat echt nog heel lang uitzeilen. Ik sluit het niet uit dat hij over een jaar gewoon nog steeds fucking CEO is. Hij is aankomende week weg. Nee, ik denk het niet. Dunder zegt, omdat de board er nog achter staat. Ja, maar staan die erachter omdat zij daadwerkelijk erachter staan? Of omdat ze zo van, jij staat achter mij. Nee, maar, en medeplichtig. Nee, of allemaal letterlijk soort allemaal van, bruine vingers. Ik wou het zeggen, allemaal soort van allemaal onder de fucking bureau zitten omdat ze bruin... Nee, ik kan mijn vingers niet... Hoezo? Heb je een warrant? Ik ga mijn fucking vingers niet laten zien. Mag ik een swap van je? Nee, maar ze hebben allemaal fucking bruine vingers. Onder de stront. Ja, maar daarom. Ja. Onder de fucking stront zitten die handen. Dus daarom zijn ze er misschien ook wel... Onze metafoor met kontvingeren... Het werkt als een trein, man. Dat werkt zo goed, ja. Maar het is ook de ultieme metafoor voor macht uitoefenen op iemand. Een vinger in je reet steken. Ja, dat is inderdaad echt... Dat gaat echt heel ver. Ik was dus vorige week... Kijk, je hebt zo'n puppet mastery, maar zo kan je iemand ook gewoon... Dat is veel erger. Maar Dance Papa Dance. Weet je, kan je een gouden handdruk krijgen met bruine vingers? Je hebt bruine handdruk. Ja, maar twee, weet je, het is meer een soort van, je hebt alle twee bruine vingers gehad en dan krijg je de gouden handdruk van, het is zilver eigenlijk, een soort van, we gaan dit niet doorvertellen, toch? Nee, zeker niet. Ja. Morgen zijn we dit vergeten. Dus ja, dat is gewoon... Bij dit soort gesprekken vraag ik me altijd af hoeveel van de vrouwelijke kijkers... Zo, de vrouwelijke kijkers denken dat toch ook? Hallo, het is niet... iedereen kan een vinger in zijn reet. Ja, dat is het ding. Een vinger in je reet is universeel. Dat is niet seks. Oh, zeker weten. We hebben het hier niet zeker... We hebben het niet alleen maar over mannen die vingers in vrouwen konden steken. Het is gewoon alles in alles. Maar wat gebeurt er nu in het kerst? Nee, 70% zegt nee. Maar we spreken ons uit tegen Bobby Kotick. Dus juist vrouwen zouden dat toejuichen. Ja, en we gebruiken de bruine vinger inderdaad als een soort van metafoor voor het kleineren. Of überhaupt sexual abuse. Of abuse sowieso. En we bedoelen dat totaal non-gender Het is niet genderspecifiek. Nee, helemaal niet. Ik heb een verhaal daarover. Okay, dit is even 3 minuutjes non-gaming. Even non-gaming. Okay. Ik was dus in Groningen vorig weekend. Was ik een show spelen. En als een van mijn bandleden te veel drinkt, dan wordt hij rowdy. Zoals Steven dus. Ja. Violent rowdy. Niet violent. Niet een kwaad, maar echt stoeien. Hardhandig stoeien.
dat bedoel ik. Gewoon en altijd op iemand springen en worstelen. Ja, daarom. Ik ben er niet bij geweest. Worstelen, weet je, gewoon... en op een gegeven moment was er een soort van... hoe noem je dat? Vinger in de kont? Nee, ja, die... Dat je... Een soort van... Fuck, ik zit... De MMA-term. Dus dat je... Chokehold? Ja, nee. Een bepaalde mountain van guard doet, maar dan... anders 69-achtig. Oh, oké. Okay. Oh, houdgreep 3. Was dat bij judo? Nee, ik weet niet hoe heet die shit. Ik het komt zo wel lang. That's maar, not wrestling! Ik heb vroeger judo gedaan als achtjarige tot ongeveer 11 of zo. Ben je mishandeld? Dan moest je de derde houdgreep doen. Dat was gewoon 69. Dat vond ik zo kut. Die moest je gewoon wiener, doen. Wiener, party. Doe maar. Wiener party. Derde houdgreep. Ik zweer het je krijgt gewoon een... Laten we zo dat even kijken. Maar dus, een soort van één iemand lag op zijn buik en die andere lag er op zijn buik dan weer bovenop, maar dan met zijn hartjes bij zijn reet. En toen zei ik zag het, nee, ik had zoiets van, het is nu heel makkelijk. Je kan een paar dingen doen. Je kan zo door blijven gaan. Je kan hem, maar ik zei gewoon, doe fucking die olieworst omhoog. Die? Nee, links. Die. Ja, vond ik echt verschrikkelijk. Je zat echt naar iemands kruis te staren. Maar. Ja, als je dan niet heel gewassen is, dan is dat heel vervelend. Ja, gewoon in een zweterige... Nee, ik zei op een gegeven moment, soort van, maar doe fucking die olieworst omhoef. Gewoon een soort van vinger naar binnen. En je hebt hem echt gewoon je bent gelijk klaar dan. Toch? Waarom zou je ooit dat punt bereiken dat dat nodig is om tijdens een vriendschappelijk potje stoeien? Omdat het zo obvious was door die North-South inderdaad. Dat is het gewoon inderdaad. Maar hebben jullie geen safe word of zo? Pineapple! Nou ja, zoiets. Oklahoma! En toen uiteindelijk Oklahoma. Werd het een wedgie. Maar het had... Ik zei even... Het was zo duidelijk. Hebben jullie op school wedgies gegeven? Nee. Sir, please get that gay porn out of my face. Ik zag toevallig gisteren die South Park aflevering over het worstelen nog. That's not wrestling! This is wrestling! Yeah. Sir, you might want to get that gay porn out of my face. Ja, dat is, ja. Geweldig. Nee, maar daarom inderdaad, in de broek. Nee, maar dat bedoel ik dus, in de broek. In grijpen. De broek. Dat was een beetje, maar anyways, dat was daar ging het om. Dat waren twee mannen. Dus ja, we hebben het over als we het daarover hebben. En olieworstel is volgens mij ook meestal met mannen. Je hebt het gewoon over toxic masculinity eigenlijk, Jelle. Wederzijdse toxic masculinity. Drunk? Alpha, ik heb het over drunkenness vooral. Ja, maar misschien kan je... Ik zit te denken, misschien kan je het scharen onder toxic masculinity. Maar het was man naar man. Ik denk man. Dat sommige kan mensen dat zouden scharen onder toxic masculinity. Ja. Drie je kan als man slachtoffer zijn van derde. Toxic masculinity. Zeker weten. Ja, en ik was dat aan het ophitsen eigenlijk. Wat ik zei, van doe die olieworstel op. Dus stop gewoon je vinger in zijn reet en is het klaar. Oeh, ja. Boyo loco. Ja, sorry. Zullen we verder gaan met iets heel anders? Gewoon iets veel leukers. De Game Awards. Bijvoorbeeld. Heb jij gezien wat de nominaties zijn? Nee, daarvoor zit ik hier. Om letterlijk nu erachter te komen wat de nominaties zijn. Wat vond jij van Deathloop? Of heb je dat niet gespeeld? Ik heb Deathloop niet gespeeld. Death. Des. Death. Deathloop. Deathloop. Sorry. Ja. Is toch gewoon een correcte nominatie? Negen keer. Nee, ja, maar ik hoorde jullie zeiden, die shit is amazing. Ja, daarom ik vind het meer gespeeld, dan terecht. Maar ik denk ook dat het terecht is. Ik ga even... Kijk eens even, die site hebben ze mooi voor elkaar. Hey, maar dat is een vrouw. Ze staat met haar tieten te laten zien, man. Dit is fucking... Ze hebben een polygone reet, man. Godver, man. Moet je nou kijken wat ze doet. Dit is toch een niet correcte weerspiegeling van vrouwen, man. Ik vind het wel vet. Ik vind het een mooi man. Een beetje DSA. Oh, jezus, wat een hoop categorieën. Oké, we mogen er allebei twee kiezen. Of allemaal. Game of the Year natuurlijk. Ik wil alles. Ik wil gewoon alles langs, man. Oké, Game of the Year. Deathloop. Ja, It Takes Two. Metroid Dread. Yep. Psychonauts 2. Nope. Nee. Ik vind hier helemaal niks tussen zitten. Dit is niet een gamejaar voor mij. Ik vind die laatste Psychonauts... Kijk, als eerste welke ik weg zou halen... is denk ik toch Ratchet & Clank Rift Apart. It Takes Two. En daarna Resident Evil Village. Ik denk weggaan? Ja. Psychonauts laat je wel zo. Ja. Oh ja, wat? Het is een vette film, of een vette game, maar niet amazing. Ik zou daar veel eerder een Forza Horizon zetten. Maar grappig dat je dat zegt. Ik mis dingen. Returnal bijvoorbeeld, inderdaad. Ik mis echt heel veel dingen. Dit is een PlayStation exclusive. Dit de Games van de Year zijn. Ja, maar Ratchet & Clank, Rift Apart. Fuck dat. Dit is een PlayStation exclusive. Uh-huh. Returnal was toch veel beter? Ja. Ja, ik ben ik een t-shirt, maar wel beter. Nee, maar het gaat niet om hoeveel die verkoopt, het gaat om hoe goed die is. Nee, maar het, omdat die goed gevonden wordt door een minderheid die diehard gamer is.
Ik vind het een heel raar lijstje. Ja, ik vind bepaalde dingen ook niet kloppen. Bijvoorbeeld It Takes Two was super charmant, maar dat hoort niet in een best of the year lijstje. Psychonauts 2, is het feit dat ook die feit dat die al uitkomt, is al reden schijnbaar om hem in Game of the Year lijst te zetten. Dat is snobisme. Dit is zo van, Metroid geen gamer is denk ik ergens snobisme. Je bent geen gamer als je Psychonauts niet speelt. Nee, dat is echt een hele goede game. Maar Psychonauts 2, ja, vind ik ook een goede game. Goede game, maar vind je Game of the Year materiaal? Ik zou hem geven aan Deathloop. Dat vind ik dan het meest apart eigen iets. Gek, hè? Trouwens, een jaar geleden hadden we dit absoluut niet gezegd. Fuck no, nee. Dude, letterlijk tot aan de release hadden we dat niet gezegd. Ja. Monster Hunter Rise, bijvoorbeeld. Ja, maar is niet een, dat, die, maar die kan toch prima met de beste set staan? Die zou ik veel eerder als Nintendo game neerzetten dan Metroid, inderdaad. Ja. Nou, doe even, je hebt Metroid niet gespeeld, dat kan je niet zeggen. Ik kan echt alles zeggen. Ja, je kan zeggen groen maar, is maar, net dezelfde kleur als blauw. Hoe ik dat op waarde schat is af wacht, is 18, kleiner 5. Dan jouw piemel. Hoe ik dat op waarde schat dan? Als jij zegt dat Metroid Dread niet een goede game is. Heb piemel gezien? Ja. Toen we naar de sauna waren in Finland. In de sauna. Sauna. Het ging heel veel ging over de sauna toen. Maar It Takes Two is wel, toch ik wel redelijk verdiend. Nee, natuurlijk niet. Een super kleine game. Hoezo staat dit? Waarom staat Halo er tussen? Het gaat niet om de grootte van de game. Die is nog niet eens uit. Oh. Dus ja. Okay. Nee, maar hoe heet het? It Takes Two. Die amazement toen we gingen spelen hier in de stream. Ja, super leuk. Dat hoort niet bij een Game of the Year leuk. Game of the Year hoeft niet een gigantische, bombastische game. Vaders en zonen. En dochters en moeders. Hier, staat broeders, zusters. Alles wat er tussenin zit. Gemiddeld. Metacritic. Oké, goede game betekent niet dat het een Game of the Year game is. Het is gewoon niet een Game of the Year game. Ik vind deze hele lijst niet Game of the Year. Hoe noemen we dat? Niet iets met Deathloop. Deathloop zeker weten. Als ik hier naar kijk, is Deathloop voor mij een no-brainer. Niet alleen persoonlijk, maar meer ook gewoon Ik hoor iedereen ook heel hoog opgeven over Village. Dus dat vind ik ook cool. Village was heel cool. Statuur, dat is het ding. Maar dit zijn niet statuur, de games, Game of the Year statuur games. Maar welke game dan wel dit jaar voor jou? Ik had Forza Horizon er wel ook wel bij. Ja, Forza Horizon vind ik veel duidelijker. Veel meer een statuur van een Game of the Year. Maar het is te niche, want het is een race. Ja, dat game. Dat is geen argument, Jelle. Je kan niet zeggen het is te niche. Het is te weinig verkocht. Het is te klein. Het gaat om kwaliteit. Returnal had er inderdaad wel bij gemoeten. Ja, Returnal moet erbij. Dat zei je wel. Ja. Far Cry 6 is te mainstream voor een Game of the Year. Ja, dat is niet speciaal genoeg. Daarom, ik vind Deathloop er wel vind ik leuk. Maar dat zou de nummer 6 moeten zijn. Laten we even de rest van het lijstje afgaan. Ja, maar al die andere shit. Dan komen we wel uit op. Forza niet 10 miljoen spelers trouwens. Gek. Om jij even in het gesprek te betrekken. Niet alles wat ik zeg is correct. I know. Om jij er even bij te betrekken, die zegt waarom staat Forza niet in het lijstje? Hij zegt dat er schijnbaar een soort van outrage is vanuit Forza-spelers. Ik heb vandaag op Twitter rondgezocht, maar ik kon er niet heel veel outrage vinden. Maar waarom staat Ratchet & Clank in het rijtje? Hele goede game hoor, maar hij wordt vooral geroemd om zijn fucking amazing graphics. Ja. Dat is ook leuk. Maar verder is het gewoon een goede platformer, niet een amazing platformer. Nee, oké, graphics-wise, dat kan. Returnal is amazing. Ja. Maar graphics minder. Psychonauts, goede game, maar is het een amazing game? Of is het gewoon iedereen die aanhaakt op dat, kijk mij eens even Psychonauts. Maar zelfs Deathloop is toch niet, en dat vind ik inderdaad, Game of the Year moet allemaal amazing zijn. Graphics, sfeer, insane. Setting. Sfeer, insane. Nieuw game concept, insane. Ja, verhaal, perfect. Ja? Ja. Dus hoe er geacteerd wordt, daarom. Multiplayer insane. Component. Tof alles gedaan. Hier daarvan, dus dat jullie zouden dat een insane game noemen. Het enige wat dan hoort hij er. Maar de rest vind ik allemaal niet insane. Het enige wat ik echt kritisch op kan zijn bij Deathloop is gewoon het einde vond ik een beetje een anticlimax. Maar ja. Maar mag ik even de rest zien? Want dan komen we vast wat andere echte Game of the Year's. Wacht even. Ik zie heel veel mensen ook Guardians of the Galaxy noemen. Vind ik echt een hele vette game. Doet niks nieuws of bijzonders. Okay. Maar wel een hele vette game. Kijk voor game direction vind ik It Takes Two veel passender. Want dat is inderdaad echt. Het is niet dat we dat nog niet kennen met al die co-op stuff. Maar dat was zo'n coole ride. Dat werkt. Maar dan gaat het voor mij tussen deze twee. En Returnal zijn eigenlijk een beetje hetzelfde. Ergens, namelijk een fucking loop game. Dus dat is grappig dat er zoveel dat er dit jaar echt veel loop. Maar het is wel hoe er met de loop wordt omgegaan in Deathloop. Is het verhaal technisch? Potato, potato. No, tomato, tomato.
ook goed, daarom. En dan daarna weer inderdaad een soort van een of andere game dat bijna niet... Ja, het is wel een game, maar what the fuck is Psychonauts en Ratchet & Clank? Wat inderdaad gewoon Game Director. Het is gewoon een hele goede platform. Maar net zoals Ratchet & Clank vind ik ook niet heel bijzonder. Nee, game Director. Een soort van iets dat we al lang kennen. Als jij een kennen. PlayStation hebt, ja, ga hem halen. Want je gaat je er echt mee van maken. Maar kijk, het is een award for outstanding creative vision and innovative... Maar niet creative vision. Maar ja, okay, dan zou ik zeggen Return of Deathloop. Ja, dat is de Year of the Loop. Dat wordt ook al in de chat gezegd. Nee, ik vind It Takes Two in creative vision vind ik zo on-game-landschap op dit moment. Maar oké, we zijn het gewoon over eens. Dit is armoede. De drie kloppen, de eerste drie. Ja, maar dat vond ik drie, dus ook van Game kloppen. Ja, ja. Ja, eens. Ja. De eerste drie die kloppen, ja. De andere twee, nee. Precies. Niet echt. Ja. Volgende categorie. Des te moeilijker gaan we volgend jaar krijgen trouwens. Best narrative. Oeh. Ja, de skate, die is het hier wel mee eens. Dan ga ik denk ik toch. Deathloop is niet een best narrative. Dan ga ik denk ik toch voor Guardians of the Galaxy. Ja, en die snap ik. Psychonauts snap ik ook. It Takes Two snap ik ook. Het is wel grappig dat het de derde al is. Door de anticlimax van Deathloop is niet een narrative-wise, het is leuk. Maar ze doen natuurlijk iets anders daarmee. Kijk, niet het verhaal aan zich, maar misschien de manier gameplay, het verhaal vertelt. Nee, je vertelt het. Ja. Amazing. Maar ja. Omdat hij dus zo flat op zijn bek gaat de laatste paar uurtjes. Heb ik Guardians. Daar waren alle karakters en ook de keuzes die je kon maken, die in één keer toch een hele andere ervaring bieden. En ook toch wel de diepe gesprekken, ook onder andere met Drax. Ja. Dat vond ik echt mooi. Nee, maar daarom. Dus deze afgezien van, ja, Psychonauts is gewoon niet mijn game. Ik haat erop, maar ik kan me voorstellen dat het wel... De scripting van Guardians of the Galaxy is echt insane. Ja. Ze stoppen niet met praten en vallen niet ook in herhalingen. Nee, maar daarom. Dus er zijn heel veel manieren waarop je narrative inderdaad soort van kan aandragen als argument. En daarom vind ik dit lijstje hier dit klopt wel. Skate, ja. Klopt Life is Strange of is dit gewoon omdat de het een verhalende Life game is? Of is dit een woke tornado die door de game... Omdat het een verhalende game is of is het gewoon gedaan? Nou, ik wou net zeggen, weet je, want is dit gewoon Life is Strange gewoon de volgende of is dit doet echt iets nieuws? Nee, maar het is gewoon mecca verhalend. Dus dan is dat denk ik waarom je erin zit. Hey, we zijn bij categorie 3 van de 30. Hè, voor ja, de dat is fijn. Ja, dat is helemaal prima. Ja, jij bent de leader. Best Art Direction. Nou, ik vond de Artful Escape niet zo... Je hebt het al in de naam. Deathloop. Kena. Ja, Deathloop voor mij. Ja. Ja, was die artstyle ook gewoon goed? Ja, alles. Ja, maar het was gewoon de graphics. Dishonored. Funky 60s, man. Ja, yeah. Oké, okay, fair enough. En de Art Direction, de Rift, is misschien ook wel. Oké, hier, nu komen we eigenlijk al bij iets interessants. Bij iets opvallends. Cyberpunk is in meerdere categorieën genomineerd. Nou ja, dat wederom armoede. Maar het is een game van vorig jaar. Ja, maar vorig jaar viel die net buiten de boot, omdat hij te laat kwam. Ook net te laat. Sport, zoals nu Halo en wat dan ook. Dus dat volgend jaar, dat die lijst wordt echt insane. Ja. Ja, want dat is december tot en met december. Ja, maar jongens, nogmaals. Weet je, ik snap, het is leuk om de hele tijd op Cyberpunk te haten. Maar Cyberpunk doet ook een aantal dingen heel erg goed. Zoals goed. Score Music, precies. Bijvoorbeeld. Ja. Dus laten we niet doen alsof het lachwekkend is dat hij hier erbij staat. Ik kijk, Nier Replicant kan ik niet zo heel veel over zeggen. Behalve dat het volgens mij een remake is. En dat ik dat gewoon niet heel sterk vind als dat in een lijstje staat. Met de beste dingen. Maar Cyberpunk heeft een hele vette Score Music. Deathloop heeft het ook qua stijl. Zeker. Ik heb natuurlijk niet helemaal gespeeld, maar ik weet wel wat het is. En Marvel heeft dat ook. Ja. Al is dat denk ik wat die vind ik wat te mainstream. Nou, het is wel echt een combinatie van echt de Marvel bombastische muziek. Dus gewoon de specifiek geschreven muziek. Maar wel de nummers soort van natuurlijk. En ook gewoon de makkelijke 70s, 80s. Ja. Dus, en daarom vind ik Cyberpunk. De muziek. Cyberpunk vind ik het. Die heeft grote artiesten nummers laten maken voor zichzelf. Laten maken, die heeft een band refused Johnny Silverhand en de Tornado's of wat dan ook laten zijn. Cyberpunk. Dus, ik ben met je eens. Ja. Cyberpunk. Ja. Nee, maar dat bedoel ik. Dus ook al is die game broken. Toch heet die band. Samurai, ja, maar het is een real-life band die dat doet. Ja. Ja. Dus inderdaad, hoe kom ik in godsnaam op Johnny Silverhand? De Tornado's. Hey, hoeveel overtuigd? Johnny Silverhand en de woke Tornado's. Daarom misschien, de fucking Tornado's, ja. Best audio design. Samurai heet het gewoon. Forza. Ja. Vind ik ook. Forza. Weet je wat ze zo vet doen? Ze hadden al wel een 4, maar ja, ik bedoel, het is nog steeds de technologie die bestaat. Ze hebben heel goed die spatial audio van muziek.
En dat, ja, dat klinkt... en je hoort daar een box en dit en dat. Ja, ja, en op, als je op pauze drukt en je komt eruit en zo, dan is het net alsof je weer even begin die muziek gezogen wordt. Nee, dit is heel bij skill songs dat de muziek net iets harder staat. En daarom dan is het ook dus een beetje, dan is het echt de techniek van wat je kan in gaming en hoe dat werkt. De audio daar, dat je een samenwerking is. Is dat bij Deathloop ook? Is er gameplay hangt, weet je, verschilt die door audio? Nee, niet per se audio design. Ik herinner me niet Returnal om zo'n fantastische audio design. Nou, cool, maar niet dat het per se... Ja, maar het stak er niet bovenuit ten opzichte van de gameplay. Super en de graphics. Sfeervol, maar precies, ja. Nee, maar dat precies ik dat. Ik zou zeggen, dus, voort zo. Nou, dat is toch cool dat inderdaad dat het krijgt. Ja. Begrijp niet waarom Guardians nu al zo in de korting is gegooid. Waarschijnlijk omdat niemand het koopt. Ja, dat is de harde waarheid waarschijnlijk. Performance. Oeh. Voor mij Gold was heel Gold erg goed. Of Juliana. Ja, was ook zit ook weer in Deathloop, Jesus. Ja, maar dit was zo'n goede dynamiek tussen die twee. Ja, die is ook heel goed. Zo'n Carlo Esposito is het niet. Die zit hier alleen maar voor de vorm in. Gewoon voor de statuur, wederom. Statuur, maar die dit is het zeker niet. Want zoveel zat hij er niet in. Ik geef hem aan Erika Mori. Zeg ik gewoon. Life is Strange, hè? Ja, die geeft hem gewoon. Hem aan Life is Strange. Dat is fucking acteren. Waar is je paarse muts dan? Oh, is die van Real trouwens? Ja, zeker. Ja, ik weet niet. Colt was wel echt een cool motherfucker, hoor. Ja, cool. Maar ja, zij was ook cool. Maar had hij ook niet geacteerd hoeven worden? Was het gewoon... Nee, had het ook zonder motion capturing gewoon een coole guy kunnen zijn? Nee, maar zijn stem verhoogt het karakter wel. Okay. Je komt jezelf tegen nog in de game. Ja. En dan heb je ook gesprekken met jezelf. Okay. Ja, het is echt goed gedaan. Cool. Games for impact. For a thought-provoking game with a pro-social meaning or message. Boyfriend Dungeon. Psyched. Ik ga automatisch voor Boyfriend Dungeon. Ja, ik ook. De rest ken ik. Ik ken trouwens alleen maar Life is Strange. Maar for a thought-provoking game with pro-social meaning or message. Is dit is de woke-categorie. Dit is de woke-categorie. Next. Ja, next. Next. Best ongoing game. Ongoing. Apex, Final Fantasy. Het is dat hier nog wat te wachten staat. Ja, voor mij persoonlijk is het sowieso Final Fantasy 14, omdat ik dit jaar echt mad heb gespeeld. Helaas, jongens, ik ben niet op tijd klaar voor Endwalker. Dat heeft alles mee te maken met de hoeveelheid aan games die ook uitkomen. Maar ja, dit is moeilijk, want dit zijn wel echt games die... Fortnite zou ik afschrijven, want dat is voor het eerst dat hij wat juist minder Genshin is. Impact heeft echt een goed... niet eens een inhaalslag, maar is echt gegroeid. Ik hoor er veel jeugd daarover. Mag Apex ik er eentje niet vervangen voor Fortnite en meteen nomineren voor de nummer 1? No? No Man's Sky. Ja, dat is te niche. Maar, nee, mag niet. Hij staat er niet bij. Is dat niet vorig jaar? Ja, was het niet vorig jaar al vetter? Dit jaar ook weer. Ja. Nou, maar kijk, dat de developers van Genshin Impact assholes zijn... Waarom steken ze vingers in dingen? Ja. Geen idee. Volgens mij hebben ze zelf van die loot mechanics op de werkvloer. Maar heel eerlijk... Loot mechanics. Ass loot mechanics. Oh, gewoon loot mechanics. Maar er mag geen rol spelen bij de beoordeling van een game, daar ben ik het mee eens. Ik ga gewoon voor Warzone. Vind ik gewoon cool. Ik Final Fantasy 4. Maar dat is heel persoonlijk. Ja. Best indie. Voor mij Death Door. Omdat ik dat de enige is die ik gespeeld heb. En ook heb heel erg blij mee was. Ik weet dat Kevin hier blij mee was. Ik weet dat, dat jij en Skate hier ook wel hard op zijn 12 Minutes en Kena heb ik allebei gespeeld. Ja, ik heb die ook alle twee gespeeld. Voor mij, ik vind Kena heeft een warm plekje in mijn hart. Dus voor mij is het, ik vind het niet per se... Is het indie? Ja, eigenlijk wel. Dus ik zou hem een Kena geven. Ik heb voor de maar rest Kena is toch niet outstanding creative? Ik bedoel, het is indrukwekkend wat nee, ze in de studio... Dan zou ik zeggen 12 Minutes. Ja, ik wou zeggen, als ik de uitleg lees... Ja. Outstanding creative en technical achievement. Het is wel een technical achievement, nou, Kena. Dat wel, ja. Dus dat is het ding. Maar het is niet outstanding creative. Het is gewoon een mooie fantasy game. Technical maar 12 Minutes is dan weer niet een bijzonder technical achievement. Nee. Maar wel outstanding creative. Ja. Maar dus Death Door is eigenlijk beide niet, maar voor mij nog steeds wel het beste indie van. Oké, Encryption, dat kent helemaal niemand. Dus whatever the fuck. En Loop Hero, is dat het alle twee? Weten we ook niet. Dat is schijnbaar heel erg verslavend. Al dus Kevin. Ja, volgens mij is het creatief en technisch. Hier, maar is het technisch ook goed? Sombrero zegt het ook al. Loop Hero. Maar is het technisch goed? Maar weet je, het is duidelijk. Ja? Wij kunnen hier moeilijk een oordeel over vellen. Volgende. Maar oké, waar stem je op? Ik stem op Death Door. Ik stem op Kena gewoon omdat ik het een leuke game vind. Ja, zo kan het gewoon. Bobby Cottage recommends Bobby Cottage. Best mobile game? Nee, sorry hoor. Maar nee, terug. Genshin Impact.
League of Legends ken ik niet. Marvel Future Revolution heb ik volgens mij wel even op mijn telefoon gehad. En Pokémon Unite. Ja, Future Revolution. Genshin Impact. Dat is wel echt insane graphics op je mobiel. Hè? Dat is zelf echt belachelijk. Nee, ik zou gaan voor Genshin Impact. Oh, trouwens, presented by Verizon. Tuurlijk. Ik krijg het 50 euro. Moela. Doe eens terug. Wel echt een mooi low-res logo, hoor. Ja. Van Verizon. Ja. Wauw. Best community support. Ja. Kom op, man. No Man's Sky. Ja, 100.000. Ik denk dat Final Fantasy echt een veel zekere community heeft. Ik denk Final Fantasy. En maar community support. En Destiny ook wel. Ja, recognizing a game for outstanding community support, transparency and responsiveness. Ja, is er ook wel Final Fantasy. Ja, ik kan weinig zeggen over No Man's Sky. Dus ja. Die gasten zijn relatief gezien met full transparant gegaan. Ook, ja. Sinds het begin, zeg maar. Dan geloof ik je. Ja. Ik vind het trouwens allemaal wel goede community support. En sowieso... Dit is een verdiend lijstje. Zij zijn ook heel erg de community aan het betrekken bij gewoon het screenshots maken en zo. Weet je wel, een beetje die game art met de fotomode en zo. Ja. Dus ja, voor mij is het No Man's Sky. Alles waar No Man's Sky in komt, zeg ik No Man's Sky. Destiny begint ook al meer naar de community te luisteren. Ja, maar daarom Final Fantasy ook heel erg. Fortnite qua niet per se luisteren, maar gewoon feeden. Als in, jullie willen dit. En al die 14-jarige kids, die zitten dat gewoon met lekker. Met de creditcard. Ja, precies. Ja, die zitten dat lekker Travis Scott staan naar binnen te werken. Oh, en Apex Legends ook wel. Ja. Hij wiens naam niet genoemd mag worden. Zeg ik gewoon. Volgende weet je, dat mag ik iets heel kuts zeggen. Al die fucking logos zijn super low res, man. Ja, wacht, Jelle ging het heel waarschijnlijk kutsen. Is dat dus gewoon de responsiveness klopt niet. En is het een Jelle heel klein logo. Jelle ging het heel kuts zeggen. Nou, ik zag dat dus in wat appgroepen. Jij gaat je nu heel populair maken. Ik ga mezelf zo fucking cancelen met deze shit. Ik zag dat in appgroepen voorbij komen. Die Travis Scott debakel. Oh, wat is Travis Scott debakel? Dat die man dood zijn gegaan tijdens het concert. Doodgedrukt. Oh ja, daar heb ik zoiets van gehoord. Ja, ja, ja. Ik voelde daar nul bij. Ze zeiden, iedereen zei allemaal, oh, wat erg. En ik had zoiets van, not feeling anything. Maar, hey, nou, maar ik voelde er ook niet bij. Maar jij nog meer? Ja, nou, maar het ding is... Ja, maar, echt heel, maar iedereen had zoiets van, oh my god, oh, moet je kijken, wat erg. En het verbaasde me hoe weinig... Ik gaf nul fucks. Het staat zo ver van je vandaan. Maar ik voelde er ook niks bij. Maar het is wel erg, toch? Het is erg, maar ik voelde er niks bij. Maar er zijn zoveel dingen erg, dat dit is gewoon just another thing that's erg. Maar het is niet meer of minder erg dan de kinderen die verhongeren. Precies dat. Elke dag. Dat bedoel ik. Dus ik voelde daar, maar iedereen, het was zo'n heel ding. Iedereen was dan, moet je kijken wat er is gebeurd. Het is toch heel simpel. Op het moment dat jij honderden, zo niet duizenden mensen door een fucking VIP-poort ziet stormen. Tuurlijk. Een paar uur voordat die shit begint. Dan weet je toch hoe laat het is. Dan weet je toch al van, oké, we gooien die shit op slot tot het geregeld is. Nou, nee, maar mensen vinden de kentekant en ik zeg, was dit nou zo'n heftige opmerking? Nou, dat had ik dus wel het idee, want mensen nemen vaak altijd aanstoot tot van alles en nog wat ik zeg. En als ik dan zeg dat de dood van 8 random Amerikanen bij een show van Travis Scott me nul doet. Dan leek dat me wel vrij bold. Waarom zou die levens zouden jou wat doen, maar andere levens niet? Ja, nou, dat had ik dus ook. Nou, omdat dus heel veel mensen het in appgroepjes en wat dan ook aan het delen waren. Ja, en dat gebeurt trouwens vaak. En ik heb al bij al die shits, ik had het bijna een beetje ook zal ik dat zeggen? Ja, fuck it. Bij Peter de Vries had ik bijna net zo weinig emotie. Oh, dat vond ik wel heel erg. Ja, echt. Ik vond het heel erg. Eén, okay. Omdat hij is een asshole. Daar ben ik mee eens. Ik vond het een likable asshole. Maar er zijn ook heel veel... Hij heeft zoveel goede dingen gedaan. Ja. Maar dat dit dan kan, dat vond ik echt heel erg. Dat is insane. Want ik weet hoe kut de wereld is. Nee, maar wat dat betekent, waarom ik het nog erger vond, is omdat... Peter heeft zijn life on the line gelegd. Heel veel goede dingen gedaan. En ja, hij is een asshole. Dat boeit me niet. Een likable asshole. Maar ik bedoel van... Hij heeft zijn life on the line gezet. Heeft heel veel goede dingen gedaan. Ook hele goede programma's gemaakt. Niemand durft dat meer. Want er komt geen nieuwe Peter R. de Vries meer. Ja. Want dit gebeurt er dan. Ja. Ja. Dat is erg. Nee, het is ook erg. Ik weet ook dat... Nee, dat snap ik. Maar ik bedoel je uit te leggen van... Factual is het erg. Ik voel daar dus alleen niks bij. Nee, maar dat is omdat je persoonlijk niet raakt. Nee, precies. Maar dat precies. Neemt niet weg dat het gewoon... Erg voor heel veel mensen heel erg. Ja, tuurlijk. Het is hetzelfde als die 8 mensen bij dat Travis Scott is. Ja. Super erg. Alleen dus persoonlijk voel ik daar dus ik mis hem wel, hoor, moet ik zeggen. Wat, Travis Scott? Die realisatie dat Peter R. de Vries niet meer bestaat... Nee, inderdaad. Drink nog niet door, om een of andere reden. Nee, het is heel weird. Ik ken hem maar niet voor de rest, dus ja. Nou ja, ik weet je, hij is echt een die-hard Ajax, dus misschien zit hij iets meer in mijn belevingswereld dan in die van jou. Ik heb hem ook al een paar keer gezien in de arena.
Ja, maar zat hij vlakbij. Het is een principiële man. En daar heb ik wel respect voor. Ik heb ook respect. Maar ik bedoel, van al die dingen tellen bij elkaar op. Ja, oké. Weet ja. je? En je hoeft het niet met zijn mening eens te zijn. Maar hij staat er wel voor. En hij schaamt zich er ook niet voor. Robbie zegt trouwens, hij is niet vermoord om zo'n rol als mid te laten verslaggeven. Als wat dan? Als getuige natuurlijk of zo dan? Als vertegenwoordiger van getuigen, volgens mij. Oké, ja, oh, dat was het. Ja, precies. Ja. Maar hoezo, dat is toch exact hetzelfde. Gewoon, jij steekt je neus in zaken die indruist tegen bepaalde criminelen. Dan is dit wat je staat te wachten. Dus mensen zullen zich nu minder geroepen voelen om in te druisen tegen de fucking criminele bendes. Waar ik wel ook echt heel verdrietig van word, is dat het bier al op is. Ja, ik denk dat we even een honorable taak moeten uitdelen aan een stagiair. Ja. Haal ook een sixpackje voor jezelf, zou ik zeggen. Ja, ja, vooral doe dat. Godverdomme. Vorige week, godverdomme, een hete chip in mijn bakkers gezeten. Ja. En dan mocht ik bier gaan. Zullen we teruggaan naar de categorie? Moeten we dan even een pintpasje aan de man geven? Nee, ik weet niet of Abel graag van mij al wat binnenkort. Vingertje in zijn reet. Ja, ik weet niet of Abel, dat is een student, ja, ik die hebben zeggen, geen je geld. Ik weet ook toch? Niet of die geld heeft. Abel, heb je 6 euro? 7. 7? 6,50. 6. Waarom ben ik er 49. Oh, hij heeft 10. Lekker pik. Je krijgt er weer een puntje bij. Maar, innovation? Oh, inaccessibility, Far Cry. Ja, ja. Is het heel accessible? Dat was insane. Die sorry? Doe maar 2 sixpackjes bij de HEMA. Ja, dan zijn ze koud. Pak wel, ik had net, die waren warm vooraan. Dus even van achter pakken, want dan zijn ze koud. Oeh, nee, bij Far Cry kon je echt alle soort van kleuren, audio dingen uitzetten, wat dan ook. Het was net geen The Last of Us, maar want die deed dat helemaal sick. Die kon je bijna blind spelen. Ja. En deze zeer slechtziend en doof. Ja. Ja. Maar hé, een F'je. Dat is sick. Maar nee, dat is hem. Dat, in ieder geval, ik weet niet hoe het bij Forza en Marvel en Ratchet... Maar het viel me op bij Far Cry dat het zo insane was... dat ik dat wel knap vond. Ik verdenk Abel ervan dat hij een internetkabel eruit heeft getrokken... op het moment dat hij hoorde dat hij bier moest pakken. Maar ik heb niet heel goed naar alle accessibility options gekeken, eerlijk gezegd. Bij nee, ik wou net zeggen, dit is buiten mijn belevingswereld. Ik kan hier niks over zeggen. Nee, maar het werd dus bij Far Cry in het begin werd het je gewoon gevraagd... van hoe wil je dat, hoe je dat de game eruit ziet. Forza is dat ook wel, hoor. Okay. Van bepaalde kleuren voor kleurenblindheid en voorgelezen menuschermen en dergelijke. Al dat soort dingen. Dus en ik weet niet hoe die andere 3 games dat doen. Of, nee, nou, ik heb Far Cry erom geroemd. Best VR AR. Oeh, lastig. Hey, Sniper Elite VR. Oei, ik zou, dat ken ik niet, maar dat wil ik spelen. Ik zou deze willen spelen. Ik zou Hitman 3 in VR zou ik ook wel willen spelen. Nou ja, alleen maar de Sniper Missions. Nee, man. Jawel, man. Je wilt toch iemand zijn drankje vergiftigen? En nee, ik vind gewoon staan. Rondlopen volledig rondlopen in VR nog steeds niet. Kan ik nog, ben niet ik werken, niet aan het niet werk. Het werkt nog niet lekker. Nee, daarom. Nee, precies wat je zegt. Het voelt als werk. Wij in 3D. Een 360 loopband hebben, dan pas werkt het. En zolang je dat niet hebt, werkt het niet. Om niet treadmill. Ja, het komt er wel ooit een keer. Maar ik ben wel psyched voor Sniper Elite VR. Best action game. Action game. Oeh, Chivalry, vet. Back for Blood, Deathloop, Returnal. Ja, Deathloop, Returnal of Far Cry. Ik vind Far Cry een hele goede action game. Returnal is Ik heb Returnal niet gespeeld, maar ik zou eigenlijk willen zeggen Returnal. Heb je niet gespeeld? Nee. Ik heb geen PlayStation 5 op mijn beschikking. Het is wel echt een action. Ja, voor mij is het Deathloop of Returnal. Ja. Ja. Ja, Deathloop heb ik dan niet. Dus laten we settelen voor Returnal dan. Ja, omdat hij dan ook even een categorie... Sold! Ja, tof. Best action adventure game. Ja, dat is denk ik dan Marvel, of niet? Guardians of the Galaxy. Of Metroid Dread, want die zou ik hem dan wel weer in Metroid Dread geven. Of Resident Evil Village. Dat is geen action adventure. Echt wel. Nee, is een horror game. Combining combat with traversal and puzzle solving. Ja, ik wou zeggen, het is niet echt een horror game. Jawel, het is geen action adventure, Koos. 7 is een horror game. Dit is een action adventure. Nee, het is een horror game. Ja, maar je hebt hem niet gespeeld. Het is een thriller game. Het is al lang niet meer zo eng als dat het zou kunnen zijn. Maar in ieder geval, Guardians of the Galaxy, Metroid Dread of Resident Evil Village voor mij. Ja, dat is wel heel veel, hè, van 5. Ja, maar ze zijn 3 zo verschillend. Weet je, ja. En ik vind ze alle 3 echt heel tof. Nou, Dan gaan we voor Wacht even, voor best action adventure game, combining combat with traversal and puzzle solving. Combat is dramatisch, Guardians weg. Ja, weg. Ja. De Metroid is natuurlijk combat amazing en puzzle solving zal ook goed zijn, maar dat en is een hele genre. En traversal ook, dus dan is het en Resident Evil puzzelen, ja. 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 En combat? Vet.
Ja, dat is een goede taai inderdaad, ja. En maar deze, ja, ik vind ze alle twee, gun ik het. Daan, geef jij het verlossend doel. Resident Evil. Oké, daar ben ik. Kan ik me in vinden. Roleplay, oeh, daar gaan we. Ik ga van Monster Hunter. Ik denk het ook, ja. Oeh, dit is ook een matige gewoon lijst van dingen. Gewoon omdat ik het kan Cyberpunk zeggen. Is een onaffe game. Monster Hunter Rise was amazing. Scarlet Nexus, dat kent niemand. Naveltraadje bullshit. Shin Megami Tensei, naveltraadjes bullshit. Tales of Rise kent ook helemaal niemand. Waarschijnlijk naveltraadjes bullshit. Dus heel ja. Eerlijk. Monster Hunter Rise. Ik ga mezelf niet populair maken, maar ik zeg Cyberpunk 2077. Want als je het hebt over roleplay. Ja, het is wel roleplaying. Als er ja. één maar game was... Is hij waarbij... Nee, nee, maar was het, was het roleplaying aspect zo geniaal? Nou, ja. Ik voelde me nee. echt... Ik was, voelde je, me, was je Street ja. Kid? Ik voelde nee, me... niet van die drie opties. Maar je voelde je wel die dude ik in Cyberpunk. Ik voelde me echt alsof ik in de wereld leefde van ja. Cyberpunk. Ja. Ook al was de wereld van Cyberpunk niet wat hij was beloofd. Ik voelde echt alsof ik in die wereld leefde. Mm-hmm. Ja, dat was daarom. Ik zweef tussenin. Monster Hunter of Cyberpunk. Ik zit zeg maar hier... Ja, ik ook. Want de ervaring inderdaad, precies wat jij omschrijft, dat klopt. Maar Monster Hunter Rise was wel traditioneler een RPG. Dat was echt... Ja, was ook echt roleplaying. Ja, het is moeilijk. Leuk. Leuke vraag. Veel categorie, man. Tering. We zijn net over de helft. Oh, ja, Fighting. Melty Blood. Ja, Melty Blood. Oh, Melty Blood. Deze is wat een nare fucking lijst, hè. Ah, Jezus Christus. Maar dit is niet mijn ding, dus fuck it. Nou, vroeger was het wel echt mijn ding. En ik moet wel zeggen, Guilty Gear ziet er echt heel vet uit. Nou ja, Nickelodeon als de brander, maar... Ken ik niet. Virtua Fighter, nou ja, ik wil hem eigenlijk trouwens wel spelen, want vond ik vroeger ook heel tof. Maar ik denk eigenlijk dat hij Guilty Gear hem gaat krijgen. Ik denk het ook. Ik heb pakken bij Skate gezien en het zag er goed uit. Die shit ziet er echt amazing uit. Best Family, artstyle is echt sick. It Takes Two. Ja. Ja. Oeh, jezus. Ja, Mario Party is het inderdaad niet. Nee, maar de review. Super Mario 3D World en Bowser's Fury. Wat is nee, dat? Ja, dat is gewoon de uitbreiding remake, op toch? Super Mario 3D World, man. En WarioWare, whatever. Nee, It Takes Two. Zeker weten. Hands down. Amazing. Best Sim Strategy. Evil Genius, die hebben we nog niet gespeeld. Ja, ik heb alleen Flight Simulator gespeeld. Maar eerlijk is eerlijk. Ik bedoel, Sim... Dit gaat voorbij het gamige. Maar er zit geen enkele strategie in. Maar ik snap ook niet dat deze categorieën samen worden gegooid. Nee, want dat ze hebben eigenlijk niks vaak, met elkaar dat soort shit. Nee, ja. Want dan zou misschien Age of Empires hem moeten krijgen. Maar dat is weer niet echt. Hoeft niet. Ik vond Humankind vond ik ook heel goed. Mm, ja. Ik ga voor Flight Sim, jongens. Ja, ik ook. Ik ook, 100%. Is het trouwens, kwam die eind vorig jaar uit dan? Weet niet. Je niet meer. Ik denk januari of zo. Januari, februari. Sports and Racing. Nou, Forza 5 dan. Ga ik voor Forza 5, ja. Voor de tijd. Best multiplayer game. Valheim. 100 miljoen duizenden procent. Geen van deze voor mij. Voor mij echt dung. Monster Hunter Rise vind ik niet per se een multiplayer game. Hoe zou ik dan zeggen? Ja, dat is een lijstje. Co-op game, geen multiplayer game. Ja, dus dan wordt het toch Back for Blood. Ja, wat een bullshit dat is. Dat is jouw eigen definitie van multiplayer. Multiplayer is meer dan één player. I know. Ik weet wat het technisch betekent, maar dan zou ik het co-op game noemen. En multiplayer is gewoon Battlefield of Warzone. Maar ze hebben geen co-op categorie. Ja, misschien krijgen we die zometeen nog. Waar is Tom als je hem nodig hebt? Tom, ja, maar dit is allemaal niet... Als dit het beste is van de multiplayer, dat slaat helemaal nergens. Nee, Valheim is echt zo fucking sterk. Online multiplayer probleem... Ja, oké, fair enough. Maar dat is veel te klein. Kijk, Polis snapt het ook gewoon. Boris. Next. 100%. Content creator of the year. Next. Best Game debut games. Indie. Ja. Valheim. Die is nog steeds heel in... Ja, die geef ik die wel. Altijd moet ik zeggen dat ik ook Kena... Dit is een interessante. Most anticipated game. Dat is denk... Starfield. Ja. Ja, dat is niet eerlijk, maar... Ik twijfel tussen Elden Ring en Starfield. Nee, maar Elden Ring... Dat, jij bent dat geen Elden Ring guy? Nee, maar dat gaat... Ja. Bruh! Nee, juist Maka, niet. Nee. De Double Jump paard vind je toch kut? Ja, ik het niet eens ben met het double jumpend paard. Dat neemt niet weg dat ik alle fucking Souls... Ik dacht echt dat jij veel meer een Starfield guy was dan nu überhaupt in Elden Ring. Nou, ik ben uiteindelijk... Jij mag de review van Starfield niet meer doen. Nee, ik wou het door zeggen. Deze shit. Jij mag met Skate Elden Ring. Hondje. Nou, gaan wij Starfield doen? Wij gaan Starfield doen. Is goed. Yeah, jij gaat lekker Elden Ringen. Is goed. Maar mij allemaal geen reet uit. Als ik me nergens meer bij maar verdien, tenminste nog geld hebben. Maar is voor mij in ieder geval niet Ragnarok... Want voor mijn gevoel... Wacht naar Ruk, hè? Voor mijn gevoel wordt dat gewoon een direct vervolg op God of War. Forbidden West ook. Niet heel veel... Wordt amazing, hoor. Ook... Maar niet anticipated. Het wordt fucking amazing, maar niet anticipated. Maar het wordt net zo goed.
Nou, het wordt wel beter, denk ik. Alle twee. Nou, trouwens, Ragnarok niet. Voor de binnenwereld. Kijk hem beter. De Breath of the Wild wordt niet beter. Starfield, dat is gewoon... Ook nog dat is besteld, het ding. Niet? Nee. Ja, dat is het meest anticipated. Is gewoon omdat we weten nog niet wat dat gaat worden. Van Elden Ring weet je precies wat het gaat worden. Van de rest eigenlijk ook. Maar kijk, en dit is precies... We hebben nog jij niks mag met mij de review van dit biertje doen. Luister, er staat... We hebben nog niet... Jij niet. Twee. We hebben nog niets gezien van Starfield, man. Daarom. Dat is de anticipation. Precies dat. Daarom. Dat is anticipation. Daarom. Van de rest weet je. Het betekent niet dat je erop kan zitten gaan wachten. Maar we weten al zo erg wat dat is allemaal. Dus dat het, ja, kan je daar nog op. Jullie slaan de spijker op zijn kop, jongens. Dat jullie zeggen, maar we weten er nog niks vanaf. Nee, dat is anticipation. Precies. Maar waarom? Oké, het is dan voor volgend jaar dus eigenlijk. Potential to push the gaming medium forward ook. Nou, dat gaat Ragnarok niet doen, maar dat wordt Kijk, Ragnarok gewoon vervolg. Forbidden West gewoon vervolg. Elden Ring. Breath of the Wild 2 wordt gewoon vervolg. Ja. En Elden Ring wordt gewoon een Soulsborne game. Starfield kan elke kant op, dus tuurlijk is het Maar Starfield maar we weten het niet. Starfield wordt toch... Dat is mogelijk de anticipated fucking... Dat kan Starfield wordt toch gewoon Bethesda Game Studios game? Weten we niet. Dat weten we dan nog niet. We hebben er nog niks van. Dat is te ver om dat te zeggen. Maar waarom staat... hoe heet het er niet bij? Van godverdomme, dan heb ik de naam niet eens meer. Wout. Ja. Ja, nee, dat weet ik ook niet. Misschien omdat deze eerder is. Dat weet je helemaal. Nee, maar omdat er is dit jaar iets uitgekomen van Starfield. Ja, maar dit zijn allemaal 2022 games ook, hè? Nee. Starfield niet? Jawel, eind 2022? No. Ja, zeker. Nee. Echt, nee. Volgend jaar al? Ja. Zit we over een jaar al die shit te spelen? Ja. Ik geloof het niet. Moet je luisteren. Ten eerste geloof ik het niet. Ja, is zo. Okay. Ja, ik denk niet dat het gaat gebeuren. Het gaat wel uitgesteld worden, maar dat zeker dat zou zo zijn, joh. Dat maar zeker kunnen. Met die beredenering snap ik wel waarom jullie Starfield zeggen. En daar kan ik me bij aansluiten. Ja, de rest is niet genre pushing. Nee, of, ik wou het zeggen. Ik vind de rest zijn gewoon vervolgen op wat het al was. Nou ja, Elden Ring is natuurlijk dit is niet een vervolg, maar dat is gewoon een Soulsborne game. Nee, dus maar gewoon net rijken. Ik zou het eigenlijk Soulsboring willen noemen. Steek die maar in je zak. Jelle, 2021. Ik hoop dat je hoofd wegvalt door de greenscreen. Jij hebt echt de meest walgelijke shit gezet, maar dit is waarom je gecanceld wordt. Oh ja, zeker. Hey, maar stel deze games worden allemaal zoals wij hopen dat ze worden. Is dit dan ook volgend jaar het rijtje van Games of the Year die we gaan zien? Nou, dit is wel. Ik betekent namelijk niet dat ik alsnog heel erg uitkijk naar Ragnarök en Forbidden West. Nee. En Breath of the Wild 2. Begrijp me niet verkeerd, hè? Jezus Christus. Het worden denk ik allemaal topgames. Ja. Godverdomme, want dit is een lijstje wat Game of the Year waardig is daarom. Allemaal. Ja. Niet die hopelijk, bullshit van dit jaar. Ja, oké, maar ik bedoel, als in dit heeft dat statuur van tevoren wat een Game of the Year game zouden moeten hebben. Ik ben benieuwd trouwens. Dus wat een matig jaar was dat. Wat vorig jaar de Maar ik vind het een rare uitspraak trouwens. Starfield gaat toch gewoon de zoveelste Fallout Skyrim... Fallout Skyrim, dat zijn de twee grootste fucking games shit ever. Ooit, naast GTA 5 en wat dan ook, ja. Nee, maar ik bedoel, er is één game nog nooit zo vaak uitgegeven als fucking Skyrim. Bijvoorbeeld. Laten we hopen dat het GTA 5. Skyrim maar gaat worden. Datzelfde zeggen jullie over Elden Ring en dan mag het ineens wel. Nee. Elden Ring is ook een evolutie van de Souls game. Nee, ik heb het over qua statuur. Ik denk dat Elden Ring heel dichtbij blijft bij wat het al was. Hopelijk gaat Starfield iets compleet anders doen. Weten we niet. Vandaar dat mijn anticipatie daarvoor nog redelijk hoog is. Mm-hmm. Er komt een vrijdagmiddag stream, ja, Splitsor. Ja. Over een half uur dus eigenlijk. Oh, dus je wil zeggen dat we op moeten schieten? Nee hoor. Klotenzak. Afscheissen. Beste e-sports game. Geen idee. E-sports game. Call of Duty is niet e-sports game. Counter-Strike. Ja, Dota zit ik niet in. League of Legends is ook al lang op Dota. Call of Duty is wel een e-sports game. Je hebt toch gewoon de Call of Duty League? Ja. Maar ik denk dat er meer mensen naar League of Legends bijvoorbeeld kijken. Valorant weet ik niet. Ja, ik zou hem gewoon lekker aan CSGO geven. Ik geef hem lekker aan League, omdat ik dit jaar een League finale mee heb mogen maken. Het interesseert me allemaal geen ene moer. Nee. Fucking e-sports. Op een Amsterdammertje zitten. Even kijken. Simp. Ja, simp. Ja, omdat hij simp heet. Ja. En hij houdt van leer. Ook nog. Maar dat was ook een no. Best e-sports team. Ja, whatever. Die Nederlandse staat er niet tussen. Dan niet. Beste e-sports coach. Kom op, jongens. Dit is jouw categorie. Fuck off! Je bent die bril, Jesus. Whatever. Hij is één, maar hij is Jesus. Maar hij is Jesus. Zo, dat is Young Arnold. E-sports event. I don't care. Oh, wacht, die wil ik wel even kijken. De League of Legends World. Nou, International die is ook sick. Al groot. Goed gedaan. Hè? Major Stockholm. Ik weet niet waar dat van is. Stockholm syndroom. PUBG en Valorant. Ja, ik vind de International altijd tof. Dus laten we gewoon zeggen die International. Mm-hmm. Nou, dat was hem. Dat was hem. Oh! Wat een nare kutcategorie op het eind, zeg. Gadverdamme. Ja, dat is wel een anticlimax. Wat een gelul. Ja, maar echt. Is er nog een nieuwtje dat we dan op een high note kunnen afsluiten? Nou, we kunnen trouwens nog wel even door. Zijn kwartier door. Ja joh. We kunnen nog... Gaan we hier gamen? Ja. Volgens mij komt Huey zo even een fles rum voor jullie brengen.
Of voor mij eigenlijk jullie ook. Ja, omdat ik dan nog, ik, nu ik, kan ik nog met de auto. Ik drink nee, rum met de als fietspik. Jij een chippy neemt. Ja, vind ik dan een hele eerlijke trade-off. Dan drink ik toch de rum op sukkel. Ja. Maar weet je wat wij... We hebben jullie instructies gegeven om een chippy even te verbroken. In de rum, in maar dan zitten jullie daar ook mee. Dus dat is nee hoor, ja, niet maar, in onze rum. Maar ik eet nog best wel een chippy als jij er ook eentje neemt. Ik ga niet doen. Nee, maar ik bedoel, dat vind ik niet erg. Nou, oké, okay, niet meer. Nee. Maar, ja, ik zit dus nog steeds... Gaan wel chicken wings met de auto. Ik moet met de auto. Want er komen hampjes bij mij eten. Dus ik moet met de auto. Zo moet je dan met de auto? Alsof je omdat ik anders niet op tijd terug ben. Oké. Okay. Lul. Ik moet nog koken en shit, dus ik moet wel met de auto. Maar als je dan toch een beetje die high wil ervaren, van een beetje een rush, dan kan je net zo goed de chippy nemen. Welke high? Van welke rush? Van het chippy. In plaats tegenover? Drank. Drank geeft geen rush. Drank je kan trouwens wel gewoon rum drinken en alle bier op drinken. En als je dan één chippy neemt, dan ben je gewoon weer nuchter. Dat is waar. Gaan we niet doen. Zie je er vanaf. Volgende. Jui het chipje laten eten. Zou die dat doen? Ja, wat denken wel, jullie? Denk ja, wel. Ja. Jui is wel gewillig. Denk je? Ja. Ik denk dat hij dat wel doet. Ik hoop dat hij nu niet zit te luisteren. En dat hij het niet weet überhaupt dat een hot chipje zegt van... Wil jij een hate chipje? En dan niet soort van deze anticipation. Most highly anticipated game is Jui dat chipje gedaan. Dat vind ik wel devilish hoor. Wat? Gewoon, om het niet chipie? Te zeggen. Wil je een chipje? Maar één chipje in één ding. Je kan het niet eens aanpakken zonder handschoen. Echt? Ja, er zit een handschoen bij. Ja, het is fucking weird. Nee, het wordt aangeraden om het met niet oké. Ja. Ja, omdat je anders aan je fucking eikel gaat. Wie gaat zetten, er nou aan zijn eitoy? Aan je eikerman zetten, weet je dat? Ja, nee, dat. Maar we hebben naar internet. Wat echt vervelend is. Ja, dat is heel spijtig. Kan, maar voor de opname moeten wij wel gewoon, toch? Maar ik vind het grappig. Wat zeurt iedereen? Ik zie het nog wel normaal. Ja, anderen kennelijk niet. Daarom zeuren ze. Oké, nou, dat is misschien, dan is het een Twitch-ding. Dat lijkt me toch logisch? En niet ik had zoiets van, misschien zijn het de PC's die iets games dan binnen te slepen. Of... Nou, het zou zo maar kunnen. Weet je wat ik gisteren had? Ik zit Battlefield 2042 te spelen. En mijn Windows-PC begint gewoon te downloaden. Gewoon een Windows-update. En ik probeer het stop te zetten. Gewoon taakbeheer. Stoppen. No. Na één minuut bloep, begint hij weer. Begint hij weer. Kon het niet stoppen. Ja. En ik kon het nog de bandbreedte limiteren. Dus 1 mbps. Dan had hij schijt aan. Oh shit, ja, tering, dat werkt het echt voor geen meter. Mogen wij dit trouwens de einde van de week live over de Game Awards en bruine vingers weer noemen? Tuurlijk. Dat vind ik wel. Bruine vingers kunnen ook een toetje zijn. Hè? Bruine vingers zijn niet een goed SEO-woord. Een toetje. Nee. Dat moet je een goed SEO-woord maken. Lange vingers dan. Dat is niet hoe SEO lange werkt. Vingers. Daar googelen mensen wel op, lange vingers. Nee. Die gaan in de tiramisu. Show me the evidence. Die gaan in de tiramisu. Show me the evidence. Lik cookies. Nee, ik geloof kennen jullie likkoekjes? Weet je welke dat zijn? Café Noir. Ja, ja. Oh ja. Jij noemt het ook likkoekjes? Het zijn likkoekjes. Ja, toch? Het zijn likkoekjes. Ja, wij noemen het likkoekjes. Gewoon likkoekjes. Ja, dus Noord-Hollands dus, denk ik. Maar sommige mensen doen het ook bij liga's en die zijn gewoon psychotisch, denk ik. Nou, ik eet altijd eerst die droge onzinkorst eraf, want ik heb het al zeker 20 jaar niet gegeten en nu heb ik er een tijdje honger in. Elke droge onzin. Mijn moeder heeft dat thuis liggen. Echt, hè? Die echte leer met die vanille, van die melkpoeder dinges. Ja, ik heb daar nu zoveel trek in. Hey, godverdomme. Lekker, hè? Maar ik vind het wel grappig. Het is wel echt precies... Jij neemt ook stiekem, dus altijd nog steeds melk in een beker mee naar de redactie, zeker. Een beker met zo'n half bolletje erop, zo'n Power Ranger beker. Maar dat is wel een mooie. Dat zie je nu mijn broertje kinderen heeft, weet je wel. Mijn broertje heeft kinderen. Mijn moeder begint wel een oma te worden. Maar mijn moeder tuurlijk. Begint een oma te worden, ook een beetje naar mij. Dus dan kom ik gewoon langs om koffie te drinken. Doe ik altijd. Doe 2 keer per week, zeker. En als kan vaker. Kom ik altijd even koffie drinken bij mijn moeder. Wil jij een liga? Ik heb een liga liggen. Weet je? Mam, ik ben 35. Kan je even kappen met die oma? Nee hoor, shit? Ik zeg, ja tuurlijk. Ja tuurlijk, ja. Likkoekjes ook in Twente. Ja natuurlijk. Nee, dan komt ze ook liga, nog met je beker melk, uit je Power Ranger beker. Maar dat is grappig, hè, hoe Nederlands dat is. Want ik zou bijvoorbeeld, ik zou mijn kinderen nooit fucking dat soort onzinnige fucking malnutritious crap geven. Het is insane dat zo gebruikelijk is in Nederland om fucking likkoekjes en liga's en wat dan ook te geven aan kinderen op visite. Wat is jouw mening over hoeveel suiker erin zit? Heerlijk. Maar behalve dat gore kutkeekje aan de onderkant. Weet je, die droge crap weer. Wederom, dat vreet ik eerst weer goeie. Af. Als je goede roomboter staffen erom. Ja, maar dat geef je toch niet aan kinderen, die shit? Ik snap dat. En roze koeken, hè? Dat heeft hij dat net zeg over. Ik net. Oh. Ja, die luizen aan de bovenkant zijn heerlijk, maar die fucking droge crab cake, die hoef ik echt niet. Weet je wat we lang niet op hebben? Ja, die roze shit zijn luizen. Tompoes. Ja, tompoes, ja man. Ook luizen. Ja.
Die roze shit komt altijd van luizen. Een gevulde koeken? Don't try to ruin a good thing. Je hoeft het niet te zeggen. Ik hoef het niet te weten. Nee, ik heb het al een paar keer. Maar luizen, wat is het hele ding met luizen? Luizen is een luis. Ja, maar daarom, een beest is een beest. Maar wat is het ding met luizen? Nou, die schijnen dus, als je ze stampt, dat kleurtje te worden. En dus, en dan zijn ze ook meteen zoet. Of worden gewoon een hele hoop suiker bij luizen. Ja, uiteraard. En dat is waarom ik het dus nooit aan mijn kinderen zou geven. Die fucking shit. Wil je een cookie? Fuck off, joh. Stop die poison niet in mijn kind, man. Gewoon cookie. Cookie. Een cookie. Nee. Nee, natuurlijk ga ik mijn kind redden. Je mag een fucking schoppen. Selderij. Eet Hema rookworst. Er zit Hollandia. Ja, maar ik ben volwassen. Stop die gif nu, kinderen. Ja, maar ik ben volwassen. Ik maak mijn eigen keuzes. Ik ga mijn kinderen toch niet vol met poison douwen. Nou, maar poison is weird, man. In jouw ogen is dus de poison is suiker. Wil jij een sigaretje? Wil jij een sigaretje? Jij gaat nooit met je kids naar McDonald's? Wil jij lekker een sigaretje? Jij zou nooit een keer naar McDonald's gaan met je kids? Eén keer in het jaar of zo. Ja, precies. Dat zou ik ook doen. Nou, misschien ook zo één keer in het jaar misschien een koekje. Ga jij ze volst op mijn gif? Ja, één keer per jaar. Dan mag dat wel. Ja, maar ik ga niet elke keer. Maar dat bedoel ik niet elke keer als er een kind op bezoek is dat je ze vol gaat stoppen met fucking liga's. Zouten stengels zijn of feestjes zijn zowel het dieptepunt. Zowel het dieptepunt als het hoogtepunt van de pit. Dat bedoel ik. Iedereen heeft ziek van. Nee, niemand gaat er aan het eind van de avond zit iedereen die fucking stokjes te hengelen. Ja, heerlijk. Ja, die shit is heel nice. Gestampte luisjes. Ik heb dat echt nooit begrepen. Ik vond die shit altijd zo goor. En toch vat ik ze. Waarom? Dat bedoel ik. Ja, maar er zit ook dus een soort van MSG-achtige trigger in je brain. Überhaupt zout. Gewoon de bier, denk ik. Als je bier drinkt, dan ga je gewoon ook dat erin. Ja, er zit ook shit in waardoor je gewoon mad fucking hongerig wordt, ja. Ja. Er zitten hier hele broden weg te werken, nou te benen. Dus, Je hebt vroeger ook wel een koekje gehad. Ja, ik heb niet veel koekjes gehad in mijn leven. Nee? Zie je, en daarom ben je zo zuur nu. Ja. Nee, ze mogen een zak chips naar binnen werken als ze dat willen. Maar niet de fucking koekje. Jij bent tegen suiker, maar voor zout. Ja. Ja, oké. Okay, makes no fucking sense. Nee, sense it makes none. Nee, ik zou mijn kinderen wel echt opvoeden met alleen maar fucking appels en shit. Weet je wie ook van zout houden? De mensen bij Rockstar. Ik. Die hebben zoveel zoutigheid over zich heen gekregen met de launch van GTA-trilogie. Ik zag gewoon iemand letterlijk bij ons in de comments zeggen... En hey, Duffy. Thanks for your reach-up. Dit is geen joke. Dat dit de beste remaster of all time was. Welke game? De GTA-trilogie. Zei iemand dat? Iemand zei dat. Ja, omdat die persoon nog nooit de OG-staf had geprobeerd. En dat het gewoon nog steeds vet was. Maar ook boos worden op mensen die het dan niet goed vonden. Jezus. Ja. Heb je die regen gezien? Het is next level, man. Ja, was wel next level. Ja. Next level kut. Ik hoop dat mensen trouwens dat bruggetje begrepen. Dat vond ik wel mooi, eigenlijk. Of een zoute shit. Salt in. Salt in is. Ja, natuurlijk. Ik ben behoorlijk salty. Want ik had echt oprecht... Maak geen kids. Ik wil echt kids maken, man. Ik had oprecht... Ja, kids maken is heel leuk. Ja, ik wil ze gewoon maken. Gast, vorige week bleef mijn neefje bij me logeren. Kids maken. Jouw kind. Kids maken. Die heeft een fucking luier volgescheten. Ja, nou, dat waren drie chocoladevla pakken die erin zaten. En ik had hem net gedoucht. Moest ik hem weer douchen? Ik moest hem letterlijk met een hoos moest ik hem afspuiten. Zoals Rambo. Jezus. Ga staan. Ja, ik zei, ja, we gaan weer douchen. Hoppakee. Je hele dat fucking is jouw huis levende onder. Anticonceptie. Fucking weer. Hell, man. Ja. Nee, maar dat is natuurlijk vreselijk. En daarom mijn pas ik ook 16, niet op... trouwens, jongens. Daarom pas ik ook niet op, op andermans kinderen. Maar zelf zou ik daar geen probleem mee. Mijn eigen kind zou ik daar geen probleem mee hebben. Tering. Ja, maar je hebt hem te veel liga's gegeven. Dat was het. Veel te veel van die melk en broze koek. Was het roze stront? Was het? Ja, likkoekies? Het was echt zo dik als chocoladevla. God, weet je wel? Het was zo fucking vloeibaar. Oké, ik moet nog kip eten zo. Kip. Ja, dat is je eigen schuld. Doe het. Gaan we dat... Oh, ik heb ook honger. Ik heb net al gevreten de hele tijd, maar ik heb wel echt honger, ja. Godverdomme, jongen, echt. En ik was al zo blij, hè, want... Hij heeft maar één keer gepoept. Maar die ene keer mental. Was echt... man. Ja. Oh, kijk, dan kan je SEO nog zo kut zijn. Maar bij deze heb jij al onze kijkers weggejaagd inmiddels. Sorry, op welke... Hoe heet het gaan we spelen? Op de BBC. Echt? Ja, zeker. Nee, op de Xbox. Dat moest van JJ. Ja, hoeft niet. Nou, dat staat letterlijk in WhatsApp. Ja, maar hij is bijgetrokken. Hij heeft gezegd van... Nee, kan. Ja, hij heeft letterlijk tegen Big Mitch gezegd. Ik vind het prima, ja. Terug naar games. Maar dat is moeilijk, man, om dat ding. Want we hebben nog 20 minuten. Nee, het is makkelijk. We hebben het vorige week ook gewoon gedaan. Ja, maar zullen we dat nu al gaan doen? Want we moeten in principe ook deze wel even uploaden en wat dan ook. Ja, bijna. Oké. Hey,
de welbekende februari maand die vol zit, die begint een beetje leeg te lopen. Langzaam maar zeker. Ja joh. Want Elden Ring was volgens mij al een beetje verschoven. Of die, nee, die zit daardoor juist in die week. In die ene beruchte week. Sifu, die ook in die week zit, die is naar voren geschoven 2 weken. Smart. Dat vind ik heel smart. Waardoor die nu... Dat Sifu concurreert met Elden Ring? Nou, het lijkt me niet, maar omdat je wel in een hele drukke week zit. Nou, ja, die februari... dat een week of een maand? Het is zeg maar de derde à vierde week van februari. Ja, rond de 25ste is het, zeg maar. Ja. Daar komt echt een hele hoop uit. Ik denk dat er nog meer games worden uitgesteld, hoor. Volgens mij komt Sifu nu rond de 11e. Er is er nog eentje weggevallen. Dat is namelijk Saints Row. Ja. Game of the Year. Ik hou van zoete shit, toch? Zoet? Ja, ik ken me weinig niks zuurders, azijnigers voorstellen dan ketchup shit. Het is zuur, maar ketchup is ook heel erg zoet. Maar het is ook heel erg zuur. Gaan we nou ineens weer over vreten? Ja. Ja. Iemand begint gewoon met een kreef. Fucking, we gaan straks nog 2 uur lang een game spelen ook. Trouwens, er lag hier een zak chips. Ik heb een zak chips meegenomen. Ja, die lag op mijn bureau. Nee, dat is een ander. Er lag hier een zak chips die wij van Reloaded Robert hadden gehad. Gewoon in die doos met allemaal andere meuk. De garnalen chips. Ik heb die zak leeg gegeten. Maar ik trek die zak open. Ik heb nog nooit zo'n vissenvoerlucht geroken. Dat is goor. Dus met hele vissige chips. Ik heb wel die chips gegeten. Opgegeten. Oh. Ja, maar jij had ook wel van vis. Maar niet van vissenvoer. Oh, vissenvoer. Oh, die flakes. Het was... Ja, dat is intense. Trouwens ook vissen. Ja, maar het garnaal. Zichzelf. Vissen garnaal. Zijn fucking... garnaal. Ja, dat zijn dus kannibalen. Kan ik je vertellen. Nee. Vissen zijn echt kannibalen. Nee, omdat jij een andere vis eet, betekent toch... Als wij een ander zoogdier eten, zijn we toch ook geen kannibalen? Godverdomme, hij gaat echt serieus op in. Ja, nee, dat klopt. Sukkel. Ja, dat komt niet voor. Nee, haaien eten wel haaien. Ja, klopt. Nee, ik zou ook voor. Mensen eten. Het zijn ook mensen die mensen eten. Ja, dat zou ik dus ook. Dus ja. Als eerst. Als het in de supermarkt ligt, Kimmy. Anyway... Was it an ass? I want an ass, please. Over ketchup gesproken. Nee. Saints Row, die gaat nu naar augustus 2022... Nobody cares, toch? Omdat schijnbaar de game nog niet de quality standards heeft. Augustus? Ja, dus een half jaar. Ik doe alvast een voorspelling. Ook ik fuck niet met die game, man. Doet het niet het kwaliteitsniveau aantikken wat je mag verwachten. Ik van denk de game. Dat die game ons gaat verrassen. Alleen dat betekent niet dat het nog steeds tof is. Zo, expectations zijn hier. Ja. Ja. Dit ja, is verrassen. Nee, ik denk dat die game best wel oké gaat zijn. Nee. Ja? Ja. Maar denk je dat ze back to basic gaan of gaan ze nog steeds over de top? Ik denk dat het gewoon een leuke action shooter wordt. Ja, 3 keer dan was je mij al kwijt. Ik moest nadenken over wat ik wilde gaan zeggen. Ja, nee, maar... Wat gaat het zijn? Ik denk een leuke action shooter. Betekent al niet veel goed. Nou, dan niet. Dan wordt het kut game. Ja, dat dacht ik ook. Ik denk niet. Zullen we er bijna mee stoppen? Ja, laten we er mee stoppen. Nadat ik heb gezegd dat je deze week gratis Star Citizen kan uitproberen. Dat mag je zeggen. Dank okay. Ik zit in Halo Infinite. Het was geen huishoudelijke mededeling trouwens, maar de IAE, volgens mij de International Aero Hupplepup Expo, is vanaf vandaag tot en met 1 december beschikbaar. Dus je kan gratis vliegen. Nee, het is geen, die game is nog niet af. Dus nee, maar iedereen speelbaar. Moet het in zijn fucking reet stopen. 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 Is goed. Stopen we in je reet. Nou, dan houden we mee op. Doe dan sluit ik af met... mededeling nog. Dit keer niet 3, maar 2 huishoudelijke mededelingen. Jelle gaat dus duidelijk niet de hot chip eten, dus die ga ik niet meer noemen. Spijtig. Het stond er echt in? Ja, het stond erin. Jij heeft het bovenaan. Staan 3 dingen, is niet waar. Jij heeft het er bovenaan. Het is niet waar. Je kunt je... Zo, zie je wel? Ja, wat wil je nou als cirkel? Nou, jongens en meisjes. Ook deze einde van de week vrijdag. Einde van de week live, excuus. Bert... En wordt en zal nog steeds mede mogelijk gemaakt worden door onze vriendelijke vrienden. Zo niet beste vrienden van MSI. Zij hebben dit keer niet 1 laptop in het zonnetje staan. Nee, een heel scala aan laptops. In de vorm van de Black Friday deals die nu live zijn. Check de link onder dit item. De link is geldig en de actie is geldig tot en met 5 december. Dus zelfs met Sinterklaas kun je nog een mooie laptop scoren. Sla je slag en score. En laptop is wel een raar woord eigenlijk, toch? Waarom is het een top?
Ja. Maar je hebt toch ook een desktop? Hij staat altijd onder, dus het is een desk under. Hij staat altijd onder je desk. Ja, dus het is een raar... Nee, want mijn staat op de desk. Oh. Maar hoe heet het? Het lab, oké. Okay. Je kan hem op je schoot gebruiken. Ja, maar een top. Wat is een top dan? Ja, een top weet ik. Wat is een desktop? Top op de desk. Nee, hij staat op de desk. Probleem daar. Ja, maar een top is waarschijnlijk dus gewoon omdat hij er bovenop staat. Ja, corona. Veeg die corona even van mijn rug af. Bovenop je lab of bovenop je desk. Notebook is ook een dom woord. Dat is ook geen notebook eigenlijk. Maar wat is dan een tanktop? Nee. Een tanktop? Ja, dat is... Dan zet je die op je desk? Dat is een top. Dat is super logisch. Ja, waarom het een tank is? Ja, dat denk ik. Omdat het in een tank altijd zo warm is dat je geen mouwen wilt hebben. Maar ja, je PC is toch ook... Je zet hem met zoveel overtuiging, maar ik... Nee, denk ik wel. Ja, nee, ik denk het wel. Ja, dus, gewoon vertellen alsof het waar is. Ja, heel logisch, toch? Zo doen we dat bij GameKings. Daarnaast spelen we hierna over een kwartiertje. En, gaan we even internet weer omprikken? Want, ja, die hoor je dus niet meer, hè, dat muziekje. Nee, hebben ze die er ook uitgehaald? Nee, die hebben ze eruit gestoten. Ja, ze hebben nu een soort van No Man's Sky-esque... Woke soundtrack. Maar, wat gingen we ook weer... We gaan fucking spelen, man. Ja, maar niet Halo. Waarom doen we Battlefield? Waarom niet gewoon Halo? Omdat het moet. Van Battlefield. Maar we kunnen volgende week Halo spelen. Nee, volgende week gaan we dus Skyrim spelen. Ja, je kijkt mij aan, maar ik ben er niet bij. Nee, je bent er dus niet bij, wat heel kut. Dus ik ga hem lekker met Steve Skyrim 10-year anniversary spelen. En weet je wat we daar... We gaan daar zo'n moeilijk sikke prijs in weggeven. Ja. Ik denk dat ik zelf eigenlijk... Ja, ik wil het hebben dan. Wat is het? Ja, ik weet niet of... Ik had bedacht dat jij een heel traject soort van dat we gaan... Ja, jij bent de communications manager die dingen op social plaatsen. Ik had dacht dat je het had over de stream zelf. Nee. Ik en Steven gaan dat doen. Maar wat het is, ik dacht van dat gaan we dan langzamerhand teasen. Maar eigenlijk wil ik het gewoon zeggen. Zeg maar gewoon. Ja. Het is een Skyrim game stoel. En hij is vet. Ik wil hem echt hebben. Het is echt een heel vet ding. Ja, wil je een Skyrim game stoel? Volgens Roda op een leer ding. Het is echt amazing. Oké. Ja, ik wil hem hebben. Ze hebben daar ook die Fallout stoelen van, toch? Bij Bethesda. Ja, die weet ik niet. Ik ken alleen deze nu. En ik wil hem. Gewoon zwart, grijs, super. Maar er staan wat soort van Fus Roda Dragon Tongue. Je had het over tanktop, maar ik zie iemand wel een goede. Ik wil een desk tank. Nee, waarom heet het een wife beater? Nou, waarom denk je? Al die hillbillies lopen rond en die slaan hun vrouw met dat ding aan. En daarom heet het een wife beater. Ja, natuurlijk. Dat is gewoon voor de mensen gewoon die dat aan hebben, die slaan hun vrouw. Dat is super logisch waarom dat een wife beater heet. Maar het is toch gek dat een stuk kledingstuk een wife beater heet? Nou ja, kijk, in 2021 is dat gek. Pre 1990 was dat fine. Een soort van, weet je, je gaat barbecuen, er zit een paar mayo vlekken op en je slaat je vrouw. Sorry, in mijn omgeving is dat nog nooit fine geweest, hoor. Nee, wij zijn ook niet van die generatie. Maar dat het zo ontstaan is. Dat het, en het is natuurlijk een soort van... hoe noem je dat? Een superlatief. Een bioscooppens en duidelijk. Ja. Gewoon ja, joggingbroek. Ja. Een stoel van troon. Nee, echt een gaming chair. Gewoon zo'n vette gaming chair. Niet zo'n fucking white run. Niet zo'n woke troon. Niet een woke troon. Nee, gewoon echt een fucking gaming chair. Maar dan van Skyrim. Een hele Sick. Bijzondere editie. Is er maar één van... Bij GameKings. Dat sowieso. Ongebruikt ook, hè? Je krijgt gewoon echt een nieuwe. Waar kan ik die winnen? Volgende week in ik vind het de zo jammer, 4-uur stream. Ja, dan ga ik en Steven gaan die weggeven en Skyrim spelen. Sluit hem af. Oké, jongens. Dames en heren, jongens en meisjes. We zien jullie over 12 minuten, want dan zijn jullie er allemaal bij als wij gewoon een heet pakket uit gaan pakken en Battlefield 2042 gaan spelen. Zo niet, fijn weekend. En anders, geniet van je leven, want dat is ook heel belangrijk.